gewoon beginnen. Hallo de man. Ik ben een Eevee, blijkbaar. Leek me wel leuk om een Eevee hoodie aan te doen. Waarom ook niet? We gaan verder met Zooter. De vorige keer met Zooter. Om heel eventjes iedereen weer even back to basics te brengen. Wat we met de Zooter hebben gehad. We hebben de hoverboots gevonden op de vanille plek waar dat de hoverboots hoorden te zitten. Waardoor dat we nou de hele Shadow Temple kunnen doen. Dus laten we maar de Shadow Temple verder gaan doen. Met halve magie en hopelijk iets wat we nog meer zouden kunnen doen. Ik heb namelijk geen idee. Ik heb echt geen idee verder meer. Auw, pot naar mijn hoofd. Hé, hey, je beetje heb je zin in de kokomateet. I'm an Eevee. En ik loop rondjes. Hey, LQB Gaming. Ik moet echt mijn ding eens een beetje wat groter zetten, want echt serieus. Je hebt daar zin in? Oké, nou, dan zet ik daar heel eventjes op. Even, waar hebben we hem? Hier. Tuut. Eventjes, natuurlijk ook eventjes in de check. I am Luigi Gaming, bedankt voor de host. Hallo. Hallo. Ik ga zelf eventjes trouwens kijken, want ik heb de laatste keer heb ik het probleem gehad tot mijn, hoe heet het? Mijn microfoon. Ja? Die stond op een heel erg laag niveau en daar snapte ik niet waarom. En dat heeft hij nu, oh nee, dat is hoofdtelefoon. Nou, ik kon je net wel goed horen en nu ook, dus. Ja, nee, dat weet ik, daarom, dat is geen enkel probleem, maar hoezo? Invoerapparaat. Altijd die pakken. Dank je. Jongen. Niveaus. Ja, die staat goed. Die hoort zo helemaal te staan. Het groene scherm. Ik heb trouwens een specifieke lamp nou gekocht. Echt, het wordt hier steeds meer in de studio. Zo'n, hoe heet zoiets? Softbox. Dus die komt binnenkort ook weer. Hoi Luigi Gaming. Hallo. Alles klinkt goed. Nou, mooi. Dat is fijn. Nee, maar ik heb dus een speciaal voor het groene doek heb ik dus nou ook een pot die gelijk naar mijn kop gesmeed werd. Maar heb ik dus inderdaad een speciaal licht wat dus het groene doek gaat helpen om beter te werken ook in de avonduurtjes. Dus ja. Nou, mooi. Dat was wel de bedoeling inderdaad. Ja. En je bent de Eevee vandaag? Ja, ook nog eens. Om heel eerlijk te zijn, ik heb nog geen zin om de verwarming aan te zetten. Het is best wel frips. Trouwens, ik kan het wel zeggen, ja. Erik is niet. Het is best wel koud. Aansteller. Hey! Ik ben pas net live gegaan. We zitten nog steeds in... 5 minuten of zo. Wat? 5 minuten of zo? Ja, nog niet eens. Eigenlijk pas 2 minuten, want ja, dan wacht je altijd heel eventjes, hè. Voordat je weer begint met... Want ja, iedereen krijgt dan een notificatie. Of niet. Dat ligt er maar aan. Ja. Of de notificaties er zin in hebben. Ja, ik moet zeggen dat ik de laatste tijd niet meer krijg, maar... Nou, nu krijg ik hem dan wel weer. Oh, nou kreeg je hem. Daarom, ja. Dus. Nee, maar we zijn dus echt patoffertjes. We zijn echt net live. Het enige wat ik heb verteld is van ja, in de vorige aflevering zijn we geëindigd tot we de hoverboots hadden gevonden op de vanille plek waar dat de hoverboots lagen. Dat verzin je toch niet. Dus ja, ik dacht erbij, misschien is het inderdaad leuk om een Eevee hoodie aan te doen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Vinden jullie het niet leuk? Jammer. Tuurlijk krijgen we een notificatie. Yay! Ja, ik heb in ieder geval met YouTube heb ik grotere problemen qua notificaties, dus Nou, dat is gewoon op dat belletje drukken, toch? Ja, klopt. Alleen blijkt zelfs nou tegenwoordig tot op het moment dat je bijvoorbeeld 5 video's van iemand hebt gekeken, tot iemand anders waar je, ik weet niet hoe lang, al naar zit te kijken, maar die uploadt wat minder, tot die dan zelfs ook een keertje niet in je subbox kan komen. Oh, oké. Ja, het is... YouTube is een beetje raar bezig. Ja. Heeft Mario nu ook al een telefoon? Mario? Ja, Mario. Hij zegt, ik heb Mario net geappt dat je live was. Ah. Mamma mia. Waarom hoor ik dan zo'n telefoontje afgaan? Weet je wel, zo... Je weet wel, zo'n appgeluidje. Ja. Zo'n sound effect. Maar Mario hoeft helemaal niet te weten, want Mario gaat dan weer klagen dat ik Zelda aan het spelen ben in plaats van Mario. Ja. Nee, maar ik heb dus een beetje beter zitten te kijken naar
greenscreen effecten en waar dat de groene groet de hele tijd vandaan kwam. En nou ben ik erachter gekomen dat ik mijn groen doek iets te dicht bij mij neer had gezet. Dus dit zou ook al een heleboel moeten veranderen. Maar heb je nu wat daarachter gezet? Een kilometertje of 15. Oké, dat is overdreven, maar dat maakt niet uit. Hij staat nu bij mij. Dankjewel, I am Luigi Gaming. Zover ik in ieder geval op mijn preview kan zien, ziet er alles goed uit qua visueel, dus hoera. Nee. Oh mijn god, daar gaat... Ah, dat vind ik zo creepy. Nee. Dat blijft creepy. Mami. Is dit oké, mami? Nou, we hebben in ieder geval de sleutel gekregen, ook op een vanille plek, dus... Dit zou oorspronkelijk de map zijn. Is dat ook vanilla? Is de randomizer in één keer heeft hij besloten deze tempel van... Ah, deze tempel die randomizen we niet. Nou, wie weet. Oké, hij heeft hem wel gerandomized. Gelukkig. Oké, niet gelukkig, want het is maar een recovery hard, maar... Serieus? Yay. Je weet het nooit in deze randomizer. Oh boy. Wil je nooit moe van jezelf mee lezen? Het werkt. YouTube notificaties zijn een beetje raar. Ik ben het er helemaal mee eens. De liefde is back. Alweer? Ja. De liefde. In de tempel des doods is de liefde terug. Ja. Nou ja, wel liefde voor muziek natuurlijk, van Bongo Bongo. Ja. Wel jammer dat ze nooit een love tempel hebben. En dat vind jij jammer, omdat... Ja, dat is gewoon alles... Sorry, even wachten. Ah, en... Ik ben allergisch voor onzin. Ja, ik merk het, dat je allergisch voor bent. Nee, dat, ik moest echt niezen, maar... ik hou van die remix. Oh, van Bongo Bongo remix. Ja, die is inderdaad wel grappig. Welke? Dat is een soort van... Oh, heet dat nummer nou ook alweer? Je weet wel, die. Maar dan in een hele remix hebben ze die gemaakt met Ocarina of Time sound effects. Creepy, maar grappig. Nou, moet ik maar eens een keer gaan luisteren dan. Tenminste, ik denk dat I Am Luigi Gaming die bedoelde. Tenminste, ik hoop dat I Am Luigi Gaming die bedoelde, want anders heb ik echt zoiets van, oeps. Yes, yes, but without the oeps. Deze was invisible. En hier moesten we alle vijanden verslaan. Ah ja, daar hebben we pijl en boog voor. Hallo. Tot ziens. Okay. Ik weet niet, ik vind deze tuning eigenlijk een beetje te vanilla. Ja, hij is saai, normaal. Hij is saai, is normaal. Laten we weer eventjes, ja, gaan we... Nee, weet je wat, we gaan gewoon helemaal in punje... Heel mooi paars roze, zeg. Ja, roze is goed. Veel beter. Hebben we trouwens... Volgens mij hebben we de hamer ook nog niet eens. Nee, de hamer hebben we ook nog niet. We hebben nog geen vuurpijlen, we hebben nog geen waterpijlen... Of ijspijlen. We hebben nog... we missen nog twee bottles. We hebben de hamer nog niet. We hebben de iron boots nog niet. En we hebben de mirror shield nog niet. En voor Roosevelt hebben we ook nog niet. Who cares about Forest Wind? En, ja. Ja, weet je. Just saying, we hebben hem nog niet, maar... Au. You like likes? I do not like likes. And I do not like the question of like likes. So please, be quiet about like likes. Yay, en de deur die gaat open. Volgens mij komen er twee. Volgens mij kunnen we hier twee kistjes vinden. Eentje is onzichtbaar en de andere die ligt gewoon hier voor je neus. En oh ja, een golden skulltula. Die hebben we nog zoveel nodig. Yippie. Wel even één ding. Mocht ik ooit mijn handen krijgen aan de Sanity remix, de Sanity randomizer. Ik ga geen skulltula randomizer doen. Nee, ik kan me voorstellen als je 100 skulltula's moet doen voor het laatste item. Nou nee, dat is gewoon van alle skulltula's die kunnen een item hebben. Ja, precies. Dus dan is het dus gewoon... Dan kan de 100ste skulltula kan het item hebben wat je nodig hebt. Ja. Dan moet je echt alle locaties van alle skulltula's weten. En ik heb zoiets van... Skulltula's die hou ik eruit. Want op het moment dat jij Song Sanity en Key Sanity doet... Dan is het ook al een behoorlijk lastig iets.
Want dan kom je overal namelijk sleutels tegen. Ja, want wat is er dan nog meer allemaal veranderd als je... Dan zijn alle nummers ook veranderd en zo? Nou, de plekken waar dat je muziekje kan krijgen... Is dan niet meer gegarandeerd dat je daar een muziekje krijgt. Dat is gewoon een pick-up, zoals dat dan heet. Oké. Okay. Maar je kunt dus bijvoorbeeld ook een liedje in een kistje vinden. En dan dus ook gewoon sleutels buiten alle tempels. Ja, dat is de Key Sanity. De Key Sanity die zorgt ervoor dat je dus... dan krijg je dus een melding bijvoorbeeld van... You found a small key from the forest temple. Ja, Message Sanity, dat is wel heel erg apart, want dan krijg je dus gewoon... Ik heb die ook gezien, maar... Ja. Dat is gewoon tot de tekst allemaal gerandomized is, maar ja, dat... Ja, ik weet niet, dat is... Nou, misschien die Music Sanity... Ja, de Music Randomizer, maar dat is gewoon voor fun. Ja. Tenminste, ik vind dat heel erg fun. We hebben in ieder geval weer een small key, we hebben de Boss Key al gevonden, dus dat is goed. Je bent aan het sparkelen trouwens. Ben ik aan het sparkelen? Ja. Hey, oh, eens even. Hey, niet sparkelen daar, hè? Dat is mijn witbalans die automatisch. Wacht eventjes. Mijn kraagje die. Help! Ik denk dat misschien met de belichting even fixen. Even. Je bent een zwevend hoofd. Nou, mijn belichting is veel te fixen. Nou, wacht eventjes. Misschien kan ik even. Want nou ben ik wel heel erg bright. Awfully bright. Kijk, dat is al een stuk beter, zie je daar. Zo. Ik heb gewoon de settings heb ik gewoon hier even naast me zitten. Werkt een stuk beter. Maar in ieder geval dankjewel voor de sparkle. Ja, nou is je weer goed. De randomizer komen met Zelda en X-Mario. Nou, ik weet wel dat er een andere randomizer is en die heb ik ook al uitgeprobeerd. Ja. En die is op zich ook best wel heel erg goed. Het enige nadeel is, ik ben een beetje... Minder in het andere spel. Spoilers! Nou, dat is niet echt spoilers. Kan toch zijn dat je gewoon... Het is een stream dat ik wil gaan doen, dus... Dan is het wel grappig om dan te zeggen van... Ja. Hé, kijk eens, ik ga dit doen. En dan denkt iedereen van... Hé, maar dan ben je toch niet goed in dat spel. En dan kom je in één keer in de wereld van... Oh, wacht eventjes, wat? Weet je wel, dus grappig. Ja. Dus vandaar spoilers. Al moet ik waarschijnlijk ook weer een keertje Mario maken doen. Maar dat doe ik als die mooie lamp binnen is gekomen. Ja, slim. Nee, maar dat lijkt me ook wel heel leuk inderdaad. Iets van Zelda meets Mario, dat je van over Ocarina of Time naar Super Mario 64 gaat. Ja, maar laten we eerlijk wezen, wat valt er te randomizen in Mario 64? Ja, dat is waar. Dat je, elke ster is een item. Ja, elke ster is een item. En dan heb je dus 120 items dat de sterren zijn. En dan zou je dus in Mario of gewoon een default ster krijgen, of een item van The Legend of Zelda. Ja. En dan zou je dus in The Legend of Zelda gewoon in plaats van een item een ster krijgen. Ja. Dus dat is... Ja, maar dat is... Of een boss key van een van die deuren. Ja, maar dat zijn zoveel sterren. Ja, dat is waar. Nou, dat... Oké, dat is misschien wat moeilijk, maar... Nee, dat is serieus. Dat is zoveel deuren. Wacht even, zat hier niet ergens een... Kistje? Tijdens dat sculpture, volgens mij zat aan de andere kant een kistje erin. Ik wil zeggen, kistjes die zijn belangrijk. Kistjes kunnen we niet vergeten. Nee. Want er zitten sleutels in. Hoe is het trouwens met... Ja, ik weet ondertussen is overal weer school flink aan de gang. Want ja, het is september, bijna weer oktober, Halloween. Snor gaat er binnenkort af, haha. Ja. Yeah. Ga je het ook niet echt doen? Nou, ik heb nou mijn twijfels. Ik hou van mijn snor. Yes! We hebben meer zaadjes! Yes, op donderdag. Ja, heel jammer, maar morgen moet ik inderdaad werken, dus morgen kom ik niet livestreamen, helaas. Nou, weekend heb ik wel weer genoeg tijd voor alles en nog wat eigenlijk. Maar waar ik heel nieuwsgierig naar ben, is of we die pijlen kunnen gebruiken. Nee, maar is of we inderdaad de items vinden om eigenlijk al het spel, want we hebben de golden gauntlets al, of hebben we... Nee, we hebben nog niet eens de silver gauntlets. Nee, we hebben nog geen gauntlets. Wacht eventjes, dus tot nu toe hebben wij nog eigenlijk helemaal niks. Wat ons zou kunnen helpen. We hebben de vuurtempel nog niet gedaan, de watertempel nog niet, de sfeertempel nog niet. Nee, dat weet ik. Alleen voor de watertempel, alles zat op het slot. Zover ik me kan herinneren. Want we hebben de forestempel hebben we wel gedaan. Ja, die hebben we wel gedaan. Maar de firetempel, daar hebben we de hamer voor nodig. En voor de watertempel hebben we de iron boots nodig. Ja. En voor de shadowtempel, die zijn we nu aan het doen. En de spirittempel, daar hebben we de magic mirror voor nodig. Of...
De Mirror Shield. De Mirror Shield, ja. Want wij kregen geen sleutel als Young Link, dus... En als Adult Link heb je de... niet de Mirror Shield. Is de Gauntlet. Ah ja. Dus... Helaas is Mewmere er niet, want dan kun je ook blind door de desert lopen. Ja, misschien komt hij straks nog. Ja, daarom al... Is dat eigenlijk niet echt noodzakelijk, heb ik gelezen. Heb je dat de vorige keer nou wel gedaan? Ja. Ja, hè? En het was niet nodig. Nou ja, daar zat... we moeten terug. Nee. Hier heb je daar zo'n plateautje en dat doet dan de hele tijd bewegen. En dan spring je in één keer in de lucht en dan weer niet. Ik moet wel zeggen dat die beeldjes er best wel creepy uitzien. Maar ja, gelukkig heb je hier heel erg veel kistjes waar normaal gesproken niks echt iets boeiends in zit. Oh ja, deze die was best wel lastig omdat normaal gesproken heb je hier de longshot. En dat is hier best wel lastig, want daarboven zit er eentje. En die kon je met de hookshot pakken, maar die was lastig. Dan moest je op dat kistje staan of zo. Oh jongen, ik weet het echt niet meer. Nou, ik weet dat hij in ieder geval heel lastig was. Dat gaat leuk worden. Bloopy! Yay! Misschien eventjes handig om hier weer de pantoffeltjes aan te trekken. Ja, dat is misschien een idee. We got this! I hope. Oh ja, die konden we... Want we konden niet vanuit hier, of wel? Volgens mij wel. Jawel, moet je gewoon wat dichterbij staan. Nee, niet zo moeilijk doen. Nee, niet met de pijlenboog. Oké. Deze was dat volgens mij, ja. Oké, we hebben hem. Want hier zat volgens mij... Ik weet niet of die sleutel hier... Volgens mij was het geen sleutel. Volgens mij was het hier alleen maar een skulltje lag. Geen kistje nog niet eens. Wat ik weet is, toch niet meer. Wat is in... Nee, hier zit inderdaad maar in een skulltje. Ja, maar we hebben al een skulltje lag al. Ja. Alleen dan weet ik dus ook niet of ik inderdaad daadwerkelijk... De vorige keer... Jesus! Wat? Wie? Moest je niet een bom of in die pot gooien? Ja, ja, ja. En dan kwam er volgens mij een sleutel uit. Maar ik weet niet of die sleutel gerandomized is. Ja, ik heb het. Volgens mij is dit gewoon echt een sleutel. Nee, het is een bloopy. Hij is gerandomized. Oh. Maar waarom een bloopy? Ik zat letterlijk vast in deze tempel. Ja, dat probleem heb ik op het moment nu ook. Ja, het is best een lastige tempel. 1 meter. Hallo! Oh boy. Hoi. Good luck, my boy! Kom hier. Good luck. Hij is daar. Don't want to get any parking. Ja, parking ticket. Nee, het probleem is namelijk, wij willen daarboven zien te komen. En de truc is om dat via dit plateau te doen. Maar, want we hebben geen longshot, dus we kunnen niet met een longshot daar het plafond halen. Maar de vorige keer hebben wij dat ook op een bepaalde truc gedaan. Maar ik weet niet meer precies hoe dat we daar gedaan hadden. Kon je dat op het kistje staan of zo? En dan... Hou je dit niet met de pantoffels? Nee. Op het kistje staan, dan kun je hem via een backflip kun je dat doen. Kijk, want dan sta je inderdaad... Niet doorschuiven, pantoffelman! Kom nou, Torres. Nee, niet doen. Slecht plan. Niet doen, hoor. Kom. Toch doen, hè? Nee, blijf op. Oké. Ik vraag me af of dat mogelijk is, hoor, maar... Volgens mij... Oh ja, dat klopt, ja. Nee, kijk, want het is nou... Nou halen we het. Yay! Ja, volgens mij was hij nou het halen. Je had de vorige keer de longshot al. Nee! Nee, die hebben we nog niet. Dat is, en die hadden we de vorige keer ook niet, dat weet ik zeker. Nee, die hebben we nog niet. Oh, joepie. Windtunnel. Nee, die hadden we de vorige run, hadden we die. Kunnen we hier wel doorheen komen zonder Iron Boots?
Nee, nog niet gaan blazen. Oh, da. Au, de pijn. Oh, nee, hij gaat blazen, hij gaat blazen. Ik wil niet dat ik hem blaas. Nee, er zit nog een... Nee. Oké, wacht hier wel. Press B to blow. I rather press L to P. Oh boy. Volgens mij is die andere nou namelijk ook actief en daar heb ik geen zin in. Oké, dan moeten we hier nou snel de pantoffeltjes aan. Oh, wacht eventjes, die is nog aan het blazen. Oké, nou niet meer. Go! Nee, hij gaat blazen, hij gaat blazen, hij gaat blazen. Pantoffels uit, pantoffels uit, pantoffels uit. Val naar beneden, val naar beneden, val naar beneden. Oké, we zijn erdoor. Oh boy. Dan moeten we gewoon even naar de ventilators kijken. Want de vorige keer hadden we wel de Iron Boots. Maar die hebben we dus nou niet. En het probleem is, elke keer als we naar beneden flikkeren, moeten we heel dit stuk weer opnieuw doen. Ik haat het spel. Dit is zo not fair. Ja, ik zie hier. Hier weer een beetje. Mijn kraag begint weer te verdwijnen. I'm losing it! Yep. Gewoon een beetje versterking in gooien. Zo. Auw. Het is brighter. Maar het werkt. Ja. I just brightened my day. Nou, om het hoekje. Oké. Even hem in de gaten houden. Hé, welke? Mage Sanity? Message. Oh nee, message. Ik denk. Ik lees helemaal verkeerd. Sanity. Ja, ik lees helemaal verkeerd. Mijn excuses. Iedereen is nog groen in de chat. Oh nee, wacht, dat is allemaal Luigi Gaming. Grappig. Nee, de man is ook groen. Ja, nee, want de man was... Is en Julia, die is ook groen. Alleen LQB Gaming is blauw en Meert is paars. Julia is... En jij bent roze. Net zoals Link. Ik ben roze, zoals Link. Yeah. Oké, laten we dit keer goed doen. Oké, jij gaat uit, jij gaat uit. Kom op, ga uit. Oké, hij is uit. Checkpoint. Haha. Sterf. Goed zo. Ja, maar dat is logisch. Wacht even, zat hier geen kistje? Jawel toch? Ik wou al zeggen. Wauw. Dat was het zo waard. Ik weet in ieder geval, nou moet ik mijn pantoffeltjes aandoen. Want dan blazen we namelijk door die ene deur heen. Maar zat die deur niet op slot? Nee, die deur daarachter zat op slot. Ik weet toch niet meer. Ik heb geen idee. Wee! I'm playing this on the Switch. Nee. Was maar waar dat je ook Ring of Time op Switch kon spelen. Zou grappig zijn. Een remake of van Ocarina of Time the Switch? Nou, die zou ik best wel kopen. Nou, een remake alweer? Hadden we daar niet 3DS voor? Ja, nou ja, weet je. I'm flying in the air. Ondertussen is elke Zelda bijna al geremaked. Ja. Eentje die geen remake nodig heeft, Breath of the Wild. Ja, precies. Nee, maar ik zal zelf eventjes... De DS games. Zo. Dan verandert er wel een beetje, zeg maar, in de sparkling dat ik een beetje de settings moet veranderen. Dat weet ik. Maar dat komt goed. Dat ga ik nou doen. Ha! Ze zijn wel van plan om ook een of andere op de Switch te doen. Ja, maar is het dan niet gewoon dat je de 64-versie op de Switch kan spelen? Ja, dat denk ik dan inderdaad eerder. Ho. Ja, hetzelfde als dat je alle hele old school games kan spelen op de Switch.
Oeh, dit wordt lastig. Ik denk echt dat ik daar een nieuwe licht voor nodig heb. Ah, misschien dat ik nog heel eventjes... Ah, dan wordt dat een beetje... Beetje aan deze setting zitten. Oh jee, ik word helemaal zwart-wit. Zien jullie daar? What's happening to me? Back in the 50s. Back in the old school days. I'm telling you. Meh. When everything was black and white. Ah, nou heb ik weer een beetje kleur. Nee, nou hebben we nog een beetje sparkle, sparkle, sparkle. This works. We hebben een klein beetje sparkle, 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 maar niet veel. Ja. Ja, we gaan gewoon hiermee doen. Ja. Zeg, de sparkle valt nu mee, dus... Ja, daarom. Ja. En we hebben een sleutel gevonden. Oorspronkelijk trouwens zat die sleutel in een andere kist, maar dat maakt niet uit. Oh, wacht, ik wil de hartje, ik wil de hartje, ik wil de hartje. Ah. Lens of Truth hebben we niet meer nodig. Boom! Pauze in de explosie! Oké, hier zit het kistje. Ergens. Er zit... Oké, ergens. Een fartcontainer! Zoveel liefde! Yay! Nou ja. Middels een... Ja, maar het opent niks! We need to open the stuff. Ik weet sowieso, we hebben nog de boss key die we nog kunnen vinden. Er zitten nog een paar andere random keys. Of kistjes die we kunnen vinden hierin. De boss item hebben we sowieso. Misschien tot we dus met de medaille ook nog een nummer unlocken. Volgens mij hadden we 19 hartjes bij de vorige, bij de eerste run. Ja, volgens mij ook. Dan hadden we ook echt veel te veel pieces of heart. De spark komt er een beetje terug, maar... Ja, het is niet storend op zich. Waar komt de spark? Oh, net boven bij... Ja. Ja, nou, sorry hoor, maar dat kleine stukje daar, dat... Ja. Lekker laten zitten. Oh, wacht eventjes. Nou heb ik de ocarina nodig. De ocarina. Trouwens, dat doet me eraan denken. We hebben nog steeds niet Ocarina of Time. Haha. Klopt. Zo dan. Wacht eventjes. Oeh, nou word ik bright. Die sparkle zit er nog. Ik irriteer me er nou aan. Jij weet, jouw schuld. Ja, sorry dat ik het zei. Nee joh. Anders had je het zelf gezien. Volgens mij heb ik hem nou. Ik ben een beetje licht nu, maar dan maakt niet zoveel uit. Ja. Yay! Yay. Hoi. De OOT is zinloos. Nou. Arme Ocarina of Time. Ik zou de Ocarina of Time nooit zinloos noemen. Een van de beste Zelda games ooit. Ja. Alleen dit stuk snapte ik nooit. Waarom zit er een boot in de Shadow Temple? Ik denk dan, dat kan toch beter in de Water Temple? Ik denk eerder dat dit de River of Lost Souls is. Ja, waarschijnlijk inderdaad, maar... Want als je hierin springt, dan val je niet in water. Je valt echt in een soort van rook. En er zitten stalpels dus, op zich. Ik denk het wel. Nou, de Ocarina of Time is eigenlijk degene die die deur open kan maken van de Temple of Time. Maar aangezien dat voor ons de Temple of Time al open is, is die voor ons behoorlijk zinloos. Ja. Ik heb geen zin om op het branden op dit schip te wachten. Twee woorden, 9 letters, duurt lang. Oh boy. Oh ja, dat was de eetkamer, ja. Wacht even. Ja, we hadden Dinsfire, dus maar anders komen we hier niet binnen. Doei. Dit gaat niet goed. We hebben een hardcontainer.
We hebben een hard content, dat is het enige wat op het moment... We kunnen meer zaadjes schieten. Ja, dat ook. Op donderdag. Maar we hebben nog niet echt iets opgepakt waarvan ik zeg, yes! Stop! Nee, kom hier. Ik weet dat je er zit. Sterven zul je. Oké. Mooie wansie. Wansie. Wat is een wansie? Een wansie. Wat is een wansie? Dat is een wansie. Ik weet niet wat een wansie is! Ik bedoel denk ik een wansie. Zo'n pyjama pak. Wat één deel is. Oh, waarschijnlijk mijn vest dus. Ja, hij heeft het over je kleding. Ah, maar dat is geen onesie. Nee. Dit is een vast. Een vast. Oh, je hebt trouwens de compass. Handig. You got the compass! Eeuw. Ah, hij wijst naar de verkeerde richting. Volgens mij zat hier alleen maar een golden skull, zodat ik hier nog mijn tijd zit te verdoen. Volgens mij kreeg je nog niet eens een sleutel van. Ik kan toch kijken nu op de map? Of je een kistje. Nou, nee, want als het een kistje is, dan zie je een kistje op de map. Maar sleutels die gewoon niet in een kistje zitten. Ja. Het leek op een onesie. Ah. Oh, ik hoorde... Was dat een troepie geluidje, of... Ik zag één. Wat is daar? Is dat magie? Het is gewoon magie! Een beetje van jezelf en een beetje van magie. Waarom heb je zoveel kompassen nodig? Omdat we ze elke keer weggooien naar elke dungeon. Ja. En ook als we er weer uitgaan. Behalve bij Key Sanity, dan hebben we gewoon echt van elke kompas komt met zijn eigen gebruiksaanwijzing. Maar laten we eventjes doorgaan met... Nee, want ik weet trouwens zeker. Eentje die heeft rupees en de andere, daar komt er heel veel zoobeds. Dat weet ik 100% zeker. Oké. Okay. You'll be sorry! Nou, één ding is zeker. In die kist die hierin zit, dat is waarschijnlijk een sleutel. Maar ja, dan wil dat zeggen dat de bos wel iets interessants kan droppen. Je hebt de boskie überhaupt nog niet, toch? Jawel, de boskie hebben we al. Oh, die heb je al wel. Nee, het is een bloopie. Want we hebben nog een kistje aan de andere kant zitten. En daar zit dan natuurlijk de sleutel in. Yay, bloopie! Ja hoor. Dus dat wil zeggen dat we moeten deze tempel winnen. En dan de item van de bos zal goed zijn, denk ik. I guess. Hi. Heb je geen kistjes gemist? Niet dat ik weet. Volgens mij echt niet. Volgens mij hebben ze allemaal. Ja, ik kan even op de map kijken, nu. Who needs a map? Nee, ik heb alles. Oké. Wel slim van het spel dat je Dinsfire nodig hebt in... Ja, dat wel, want anders kom je in die camera en is het echt van... Na 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 na. Nou, iedereen die dacht hier altijd dat je fire arrows voor nodig had. En dat zou ook de logische keus zijn, maar gewone pijlen doen net zo goed. En daar ben ik blij om, want ik heb geen vuurpijlen. Haha. Die gaan we dadelijk in één keer van de baas krijgen of zo. Dat zou nice zijn. Nee, dat zou zuur zijn. Iets van de Golden Gauntlets? Nou, ik zit eventjes te denken, want met de de Silver Gauntlets krijgen we dan eerst. Ja, kunnen we niet eerst de Golden Gauntlets krijgen, ook al is het... Nee, dan krijg je automatisch eerst de Silver Gauntlets. Ja. Waar heeft het spel over nagedacht? Ik weet niet of dat werkt, maar dat zou eventueel wel kunnen. Ja, dat weet ik ook niet. Ik heb het nooit geprobeerd. Nou, misschien de keer voor de volgende keer. Nou ja, misschien met de Key Sanity tot het voor gaat komen als we de Key Sanity kunnen doen. Ja. Oh ja, wacht even, ik heb pantoffeltjes hier nodig. Ik had trouwens wel... Hebben we trouwens iets van een health potion of iets, want...
Nee, we hebben Blue Fire. We hebben Blue Flame. Jee. Dat gaat mij zo goed helpen. Hij heeft naar Heroes Love. Ja, maar... Ik heb nog nooit problemen gehad met Bongo Bongo. Waarom maak ik me zorgen over Bongo Bongo? Ja. Ik bedoel, Bongo Bongo is niet zo lastig. Toch? 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 Hij kan lastig zijn met zijn handjes af en toe, maar... Ja. Ja, hij is gewoon irritant soms. Maar hij is wel leuk. Ja, hij maakt een leuk deuntje. Ja. Oh. 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 Mijn hoofd valt er vanaf. Oh, jeez. Hallo. Look zelf. Oké. Okay. Listen. Hello. That was dumb. Oké, okay, nog een keer. We got this. Pom 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 pom. Oh, no, don't punch me in the face, please. Ik weet dat zo'n grab aanval inderdaad devastating kan zijn. Ja. Yeah. Maar we hebben hem. Ja, dat is ingehuurd bij Jos. Ja. Maar dan een beetje op snelheid. Meep, meep, meep. Oké, wat is onze hardcontainer? Echt serieus, we hebben niks gevonden tot nu toe. Dit moet iets zijn, dit moet een weg openen, anders weet ik het niet. Ja. Disappointment. Misschien dat we een nummer nou krijgen? Ik weet echt niet. Je weet. We hebben de Vorstmedaille en daarmee krijg je, als het goed is, de oorspronkelijke muziek van de Prelude of Light, wat je naar de... Oké, dus we kunnen weer een nummer leren. We kunnen weer een muziekje leren. Ja. Er is nog hoop. Want we hebben nog 3 nummers die we nog kunnen leren. Saria's Song hebben we al. Dus we hebben nu echt de Song of Time nodig. De Song of Time. Mm-hmm. Of de Song of Storms. Ja. Nou ja, Epona's Song... Hebben we ook nog niet, toch? Nee. Dat zijn de 3 nummers die we nog nodig hebben. Epona's Song die zorgt ervoor dat we Epona kunnen hebben, waardoor dat we naar de... Gerudo Valley kunnen gaan, dus... Alle 3 zouden ze dus iets gunstigs kunnen geven. Oh ja. Dus... Gaan we een liedje leren. Laten we maar een liedje leren, hi-ha-ho. Laten we maar een liedje leren, hi-ha-ho. Laten we maar een liedje leren. Hi-ha-ho. En als je hem dan niet wil leren, pech voor jou. Dan zit je vast. Ja. Oké, okay, wat is het? Welk nummer gaan we leren? Welk nummer gaan we leren? Oh mijn god! Dit opent weer zoveel grotto's. Nou, dat is wel nice, ja. En dan kunnen we naar... De well als een kind. Ja, kunnen we ook doen. Dus we kunnen naar een paar grotto's. Grotto Hunt! In HD! Nou, volgens mij, nou dat ik er even over nadenk. Volgens mij is er een grotto die we niet gedaan hebben. En dat is bij The Lost Woods. Tenminste, ik kan me niet herinneren dat we die gedaan hebben. Dus... Daar wil ik eerst heel eventjes naartoe. En dan weet ik even kijken, we hebben er eentje bij, sowieso bij de forest die we open kunnen maken. En er zit er eentje bij de
gorons die we open kunnen maken. En ja, dan hebben we inderdaad de bottom of the well. Ja. Oké, okay, dus we hebben weer... Er is weer iets. In de tempel. Daar zit een dak op. Nou. Ja, maar onderschat nooit de kracht van... de ocarina. Ja. Hallo. Magie. Aha! Een beetje van jezelf en een beetje van magie. Nou, ik moet wel zeggen, ondertussen, normaal gesproken begonnen we nu dus echt irritaties te krijgen met de groene doek. En nou doet het nog goed. Ja, hij doet het nog goed, dus dat is mooi. Jee! Nou ja, met die lamp gaat het natuurlijk een stuk beter. Ik heb hier nou 3 verschillende lampen eromheen gefilterd. Maar... Je kunt ook de hoekschot gebruiken om naar Gerudo Valley te komen. Klopt! Nou, volgens mij had je daar de longshot voor nodig. Oh, wacht eventjes. Ik ga de verkeerde kant op. Ik moet heel even eerst hier terug in. Want er zit hier namelijk ook een grot met bommen. Tenminste, ik weet niet of dat alleen als jonglink is. Het kan best zijn dat het alleen maar als jonglink is. Nee, is ook als adult. Hm. Hebben we deze al? Ja, die hebben we al gedaan. Jammer. Oh. Ja, maar dat is zo'n ongelofelijke gok. Het is behoorlijk lastig om te doen, inderdaad. Dus dat gaan we niet doen, want het is niet nodig. Toch? Toch? Nou, we hebben nog sowieso dingen die we kunnen doen, dus... Ja, daarom. We hebben sowieso 2 grotto's die we kunnen doen en we kunnen naar de bottom of the well. Ja. Want hier zit de grotto. Kun je iets in de windmill doen nu? Ja, dat is de bottom of the well. Oh ja, ja okay. Maar we hebben hier nou grotto's en... Jee. Jammer weer. Nou, er zijn genoeg kistjes in de bottom of the well, maar ik weet dus nog sowieso... Ja. Deze grotto's die willen we niet skippen. Er zit er nog eentje die we kunnen openen en... Dan vraag ik mij eigenlijk af trouwens, zat er ook een kistje bij die... Nee, volgens mij was dat alleen maar een Golden Skulltula. Die bij de Hyrule Castle. Ja, voor mij was het net alleen een Skulltula. En de andere grotto, ja, dat is dan die bij de Gorons, waar we nou naartoe lopen. Trouwens, daar vraag ik mij eigenlijk ook af. Hoe crash ik mijn game? Mijn game crasht. Helaas. Oh. Ach ja, maakt niet uit. Ik heb hem zo weer opgestart. Ah, dat scheelt. Hoppakee. Er komen wel even een beetje sparkles tussen. Ja, bij mijn oor. Ja. Sparkling in mijn oor. Get it out, get it out. Oh, ander oor. Get it out, get it out. Jeuk, jeuk. Sparkle, sparkle, sparkle. Ik zal eens kijken. Ja, het is echt... In een bepaalde angle. Ja. Ja, iets waar ik me niet druk om ga maken. Oh. Dan zie ik de chat niet. Jammer joh. Ja. Navi, nee. Before you start, no. Hallo. Ah, trouwens, waarom doe ik zo moeilijk? Ja. We kunnen zo makkelijk bij de Gorons komen. Je bent aan het evolueren. En dan zou ik een Umbreon worden volgens Ilzaatje, dus die had een video met mij opgenomen. Ik weet niet precies waar dat de video nou precies over ging. Het was rennen praten of zoiets, maar wordt binnenkort ergens geüpload of zoiets. Ik bedoel, ik ben altijd wel het persoontje dat dan wil helpen, weet je wel. Van, natuurlijk, ik wil wel helpen mijn video's te maken hoor. Daar heb ik helemaal geen enkel probleem tegen. Maar ja... De video was er al een beetje van... Hè? Sorry, wat voor video wou je maken? Sorry, wat? Maar wat was voor video dan? Nou, gewoon een soort van tot we ergens gewoon over rennen praten. Ja, oké. Ja. En als visueel iets had je dan Minecraft. Ja, nou oké. En dan staan we gewoon... We stonden wel bij een Eevee beeldje. Oh. Had ik uitgekozen.
Ik bedoel, ik vind het nooit erg om iemand een videootje op te nemen. Weet je wel, ik prima. Dat is altijd hartstikke leuk, maar... Zorg er dan wel voor dat je weet wat voor videootje dat je wil maken. It's a piece of heart. Oké, nou in ieder geval zijn we bij de grotto. Ik dacht hier eigenlijk altijd dat je, in plaats van dat je hier een liter voor moest gebruiken, dat je hier gewoon echt een bom moest plaatsen en dan echt perfect alle stenen op moest blazen in één keer. Is nooit het geval geweest gelukkig, maar... Weet je, ik zie dat idee eigenlijk best wel voorbij komen nu weer met 20 hartjes als ik dit zo zie. Dit is niet waarvoor dat wij de Song of Storms nodig hebben. Oh, wacht, er is nog een pick-up. Er is nog een pick-up als we kunnen de Song of Storms bij de kikkers spelen. Als Young Link. Oh ja, klopt ja. Normaal gesproken geeft dat een piece of... Oh. Mm. Heppa. Zoveel liefde. Yay. Nou, ik moet wel zeggen, ik vind het wel een cute Eevee feestje hoor, dus... Het is wel een beetje moeilijk spelen zomaar vooruit. Eventjes een Eevee, even een quick cute Eevee feestje. No! Loop ik de goede kant op? Ja, rechtdoor, 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 rechtdoor. Rechts, 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 links, rechts, links, rechts, links, omdraaien, keer om. Nee, je loopt goed. De rest van de stream zo spelen. Oké. <Okay. laughs> Oh boy. Ik kan heel klein beetje spieken wat ik doe dus. Nou ja, ik help je wel als je echt helemaal verkeerd gaat. Nee, ik krijg kramp in mijn nek. Ja, snap ik. Lijkt me niet heel gezond voor je nek om dat met het zo te zitten. Eevee vond het ook niet goed. Nou. Nou ja, zie het zo. Als je alle pieces of hearts hebt, ben je er wel van af. Ja, maar het probleem is, we hebben items nodig om naar een volgende dungeon of iets te kunnen. Want... Oh, hoeveel pieces of hearts zitten hierin? 46 of zo? Nee, even denken. Ze moeten delen, je moet het kunnen delen door 4, hè. Dus volgens mij waren het Of 36. Volgens mij 28. Oh, 28? Ik weet het echt niet. Ik dacht dat 28 namelijk Skyward Sword was, maar... Nou, ik weet wel 36. Ik weet over de 40 in Majora's Mask. Nou, dat kun je uitrekenen. Ik bedoel, je hebt 3 hartjes waar je mee begint. Dan heb je 3 dungeons, dus dan heb je de 6. Plus 5, dat is 11. Dus heb je 9 hartjes die je zou kunnen vinden, is 36. 36 dus, ja. Oh, wel 28? Nee, het zijn de 36. Oh, oké. Okay. 52 met Majora's Mask, wow. Ik vind het wel geinig als ze eigenlijk in het water spannen, als ze gelijk kapot. Ja, maar je kunt het een beetje rekenen, ik bedoel serieus. Want van Ganondorf krijg je geen hardcontainer. Nou, en 3 plus 3 is 6, plus 5 is 11, dus nou weer 9 over. Nou, 9 keer 4, dat is 36. Ja. Leer rekenen bij trainer Stevie, yay! Yay, denken jullie eigenlijk van sport te zijn, krijg ik nog een keer. Ik weet, ik ben gemeen. We hadden overal bonen geplant, toch? Niet? De bonen waar we inderdaad al hadden kunnen planten, daar hebben we al geplant. Ja. Want we hadden als eerste alle warp songs te pakken, dus... Ja. Oké, okay, kikkertjes. Please, Bidi. Geef iets goeds. Dat is goed. Hallo, Eevee Games. Dat is inderdaad goed. Oh, Eevee Games. Gaan weer. Ik ben ook een Eevee. Nee.
Nou, we hebben vandaag alle benamingen hebben we al gehad. We hebben een Eevee hoodie gehad. We hebben een... Dankjewel, Eevee Games, je bent goed bezig! We hebben een... Maar die hebben we al gedaan. Hoe heette die andere? De full suit? Ik weet niet meer precies hoe dat het heette. Hij noemde het in ieder geval anders. In ieder geval, het is een hesje, maar... Het is wel lekker warm. Onesie. Oh ja, onesie, dat was hem. Toen hebben we een beetje alle benamingen gehad. Maar goed, ik heb wel zoiets van laten we eerst heel eventjes naar KAK Rico Village gaan. Het is wel echt veel poep. Het is echt een poep game. Piece of fart. KAK Rico Village. Ja. Kop ass. Ja, nogal. Ja. Die wil ik ook meteen... die wil ik ook. Ga meteen kijken. Oh, deze! Ik heb deze toen gekocht op een conventie. Volgens mij was het op Comic-Con Rotterdam. Maar helaas is de stand die het verkocht niet zo'n goede stand. Kwam ik later achter toen ik dit al gekocht had. Was dat diezelfde stand als bij de andere Comic-Con? Of? Ja, die bootleg stand. Ja. Dus die dan jou probeert wijs te maken dat alles wat ze verkopen ook daadwerkelijk van het Pokécentrum afkomt. Ja, precies die. Oh, maar daar was deze hoodie ook vandaan? Ja, daar was deze hoodie vandaan, ja. En dat vond ik eigenlijk best wel jammer, want ik heb er ook een Vaporeon, zie ik die dat? Ja, die zie ik toevallig daarachter staan. Daar heb ik ook een Vaporeon gekocht, maar ja. Goedenavond. Hallo. Hallo. Nee, ik ben je Eevee niet. We zijn niet stil. I know. I saw. You saw. Oké. Ik zag berichten op je telefoon. Dus ik dacht, ik kom Stevie mijn morele support geven. Je zag een bericht op mijn telefoon? Op mijn telefoon. Oh. Stevie is op dit moment niet beschikbaar. Ik ben Eevee. Ja, oh. Nu hebben we een tweede paar ogen. Nu kan het wel. De hele tijd zo naar beneden spelen. Ja, zo. Ja. Zie, nou, Eevee zegt nog steeds niet doen, slecht plan. Nee, ik heb zoiets van laten we eerst eventjes de bottom of the well doen. Want hier zijn ook heel veel pick-ups die we kunnen halen. En we kunnen nu naar de Spirit Temple, want dat is ja, de sleutel van. Plus we kunnen nog een extra kistje oppakken bij... Goron City. Dus we hebben weer mogelijkheden. En we hebben een zwaardje hier, dat was ik ook vergeten. Ik bedoel, je bent zo gewend om met Young Link geen zwaard te hebben. Ja, hoor, je hebt eindelijk zwaard. Nou ja, botermesje. Ja, je mag het geen zwaard noemen. Nee, ik bedoel, echt serieus, moet je kijken. Het lijkt nog niet eens op een dagger, joh. Ik bedoel, dat ding is nog kleiner als... ja. Dus... Zullen we zien, heb je dat stuk hout ook nog steeds bij je? Een stuk hout? Ja. We hebben twee stukken hout zelfs. Ja. De ene komt terug en de andere hout. Stuk hout. Oh, je bedoelt me ook een Lina. Nee, je stuk hout. Hey, je bodemmerang. Oh ja, hij werkt goed. Sorry Stevie, een stukje hout. Blijft leuk. Ja, dat zeker. Nee, in ieder geval, we hoeven geen Skulltulas meer te killen, want we hebben er al over 50 alke Skulltulas. Die zijn zinloos! Oké, dat is... Halloween is pas in september, blijf weg. Al is iedereen mijn pepernoten ondertussen al aan het strooien, maar dat maakt niet uit. En het ligt over de chocoladeletters. Die waren al vanaf september. En we hebben de Fire Arrows. Zo, so, even games. Beetje zinloos. Tot zo. Fire Arrows nog steeds zijn zinloos. Jammer. Nou ja, aan de andere kant. Je kunt daarmee die pick-up krijgen in Ganon's Tower. Ja, dat is iets. Dus... Dat is goed. Ja, we kunnen toch. Ik zat vast in Ganon's Tower. Ik kon het plafond niet belichten. Heb je ook een randomizer gedaan? Nee. Oh. Maar dat was in origineel. Hoe oud was ik toen? Ik kon er van mijn leven, ik kon er niet bij komen. Jij wist niet waar de Fire Arrows zaten? Nee. Hey, het internet toen de tijd, dat was toen.
Nee. Het internet toen die tijd was 2 bit per seconde. Ja, precies. Dus, ja. Huh? 2 bit per seconde? Bestaat dat? Ja. Nou, 2 bit per seconde, dat zou dan 120 bit per minuut zijn. Ja. En een megabit, dat is 1000, hè? Niet te vergeten. Ja, ja. 1024. Volgens mij is het 1 MB 1000 gewoon nog. Volgens mij is het gewoon 1000. Nee, 1 MB is 1024. Dat is namelijk zo. Het is 1, 2, 4, 8, 16. Het is exponentieel wordt het ook. Vandaar dat je ook, hoe heet het, je harde schijf, de 1024 Maar 1000 MB is weer 1 gigabyte. Waarom skill je trouwens je speeltje laag? Ik heb geen idee. blame Kevin. Ja. Ja, maar 20 MB is een gigabyte en 1024 gigabyte is weer een terabyte. Klopt volgens mij helemaal niks van. Ik heb niet tegengestudeerd. Hey, ik ben een Eevee, ik weet hoeveel het niet. Hoeveel gig is 1 terabyte? Ik ben een Eevee, ik weet het niet meer. Ik heb een excuus. Hey, Bloopy. Terabyte, afgekort TB, is strikt genomen 1000 gigabyte. In de praktijk wordt de terabyte ook wel gebruikt voor 1024. Ik krijg hier hoofdjes pijn van. Oké, hij heeft gelijk. Ik krijg hier hoofdjes pijn van. Wel eigenlijk best wel vervelend dat we alle sleutels al hebben gevonden. Maar aan de andere kant, alle items die we dus nu oppakken, buiten de map en de kompas, zijn items. Buiten de map en de kompas. Ik moet wel zeggen dat ik steeds meer jeuk begin te krijgen aan mijn oor met die sparkles erop. Dat snap ik. Frank, ja, sparkle. Zo blij dat iemand dat kent, echt waar. En we hebben een bigger quiver. Yay. Dat is nuttig, maar het helpt ons niet echt. Nee. Welke items hebben jullie nog nodig? Longshot. Golden gauntlets. Iron boots. Iron boots, mirror shield. Iron boots, oh, dit is een andere zeker. Want die iron boots hadden jullie gehaald in de ook in. Ja, het is nu weer anders. Ja. Oh, tot straks, de man. Ineens smakelijk. En smakelijk. Ik moet er echt aan wennen. Als het donker wordt, dan denk ik al bij mijn eigen van hoe. Het is al bijna 10 uur of zo, maar... Ja, het is gewoon 7:15. Typ 8. Ja, is van 8:10. Dan ga ik er ook eventjes weer vandoor. Even pizza halen. Een pizza halen? Jammer. Pizza halen. Nou, ik had gisteren pizza. Ik had geen pizza. Ach, dan heb ik medelijden met je. Haha, oh, dat is een mooi gezicht. Wauw. Nee, ze hebben nu de WTF-actie bij New York Pizza. En dat is... €4. Sluipreclame, hè, wat? Ja, de niet gesponsord door New York Pizza. Nee, hoe heet het als je afhaalt, is maar 4,50, dus... Per pizza? Per pizza. Nou, dat valt wel mee, ja. Dan is Domino's iets goedkoper. Niet gesponsord door Domino's, maar... Hashtag not sponsored by Domino's, hashtag not sponsored by New York Pizza. Nou, noem nog even 5 pizza bedrijven op de bekelaar. Oh, daar heb je je wind. Oh, ik vind het jammer dat René Kart geen pizza verkoopt. Dit spel is echt één groot poepspel. En ik vind het echt heel erg stom dat de Game Mania geen video's verkoopt. Videobanden, jongen! Die waren een ding! Videobanden zijn dope! Ja! Oh, weet je? Het cassettebandje! De LP. Oh, nou, die worden nog gebruikt, werkelijk, LP's. Ja, dat is waar. Ja, we noemen ze Let's Plays. Dat werkt nog meer in trek als Let's. Nee, we noemen ze Let's Plays. Valt niks meer aan te doen. Ja. Deze game wordt 18+ te zijn. Waarschijnlijk vanwege die griezelige dingen of zo.
Ja, nee, waarschijnlijk vanwege alle poepreferenties. Ach, dat valt wel mee. Ik bedoel, we zitten gewoon in de put van de kak Arico Village. Ja. Met verroze wind. Pies of... Pies of farts. Oh. Hey, this fire. Ik vind het eigenlijk best wel knap hoe dat jouw houten schild door deze dingen wegbrandt. Maar als je tegen een vurige kies je boomerang gooit, dat hij dan niet wegbrandt. It's a magic boomerang. Hij is geïmpregneerd. Nee, is logica's. Ingesmeerd met boter? Ja, als jij dat wil. Jee. I do not like likes! Ik speel kaas en cracker. Jij speelt kaas en crackers. Nou, goed plezier. Ja. Hey, nog een zinloze skultje laten. Don't like you! Don't you like I like likes? I don't like likes. Oh, what I actually wonder is, do I like or like a rock? Like? Well, do like a rock. I don't like to like. Sorry, wat? Is elk spel de spel nou eng? Breath of the Wild is eng, Twilight Princess is eng. Twilight Princess heeft inderdaad, Majora's Mask is... Die is gewoon duister. Die is gewoon duister, man. Oh, nu heb ik trouwens, nu ben ik alsnog vergeten die game mee te nemen, Stefan. Ja, jij wou met Majora's Mask lenen. Ja. Ah, het komt wel goed. Ben je nog vergeten? Majora's Mask is wel een van de beste Zelda-spellen die er was, echt waar. Welke? Die is echt, Majora's Mask, die is echt on par met Ocarina. Nou, hij is heel erg story-driven en dat vind ik zo mooi ervan. Daarom wil ik ook spelen. Maar de thema's die erin voorkomen zijn ook zo goed. Echt totaal niet gewend van een Zelda game, maar het zijn gewoon allemaal, ja, duistere thema's die erin komen. Oké, tot nu toe hebben we hier eigenlijk alleen maar roepies en zo gevonden. Ja. We hebben hier nog niet echt iets nuttigs gevonden. I'm rich! Ja, een bigger quiver hebben we gevonden. En fire arrows. Oh ja, en Dins fart. Wind. Faroos fart. Wind. Dins breaks wind. Wat is de beste Titan om als eerste heen te gaan in... De beste persoonlijk vind ik toch wel van de Zora's. Aangezien dat buff die je van de Zora's krijgt is best wel goed. Ik heb geen idee. Ik heb een half uurtje Breath of the Wild gespeeld. And then I was bored. Ik heb uiteraard nog eens Zora gedaan. En daarna ben ik naar de Rito. Nou, ik weet de maplocaties niet uit mijn hoofd, want zoveel boeide mij dat spel mij, maar... ik weet dat de Zora's als eerste waar je naartoe wil. Het verhaal moet echt beter in de volgende game. Sorry, welk verhaal? Ja, tot nu toe heb ik echt nog geen verhaal. Nou, ze hebben het geprobeerd te vertellen met die champions, maar... Ja, dat is toch ook leuk. Ik ben kampioen geworden, nou moet ik mijn leven wagen voor een of ander koninkrijk. Yay! Die champions, daar zat wel wat verhaal achter met backstory, maar naar mijn mening is het van... Die gasten zijn al lang en breed dood. Dus daar kan ik geen band mee vormen, want ze zijn al dood. Ja, die zijn hartstikke dood. Ja. Die is hartstikke dood. Net als dit monster. Pompjuice! Who the bleep needs Pompjuice? I need Pompjuice. Hey, ga je nog een keer dat Pompjuice spel spelen? Die hebben we al gespeeld. Ja, die hebben we al gespeeld. Daarom. Maar volgens mij hebben we hier nou nog 3 pick-ups, waarvan 1 de kompas is en 1 de... Oh boy. Want we hebben de map en de kompas hebben we nog steeds niet gevonden. Ja, ik heb je wel heel mooi ontweken, om eerlijk te zijn. Ja, sta ik ook van te kijken.
Dat is kunst. Oké, die hadden we ook al. Nee, ik vind het eigenlijk best wel jammer. Met het enige spel wat ik op dit... Hallo. Het enige spel wat ik op dit moment nog in de... op de Wii U speelde is echt Mario Maker. Ik weet, zonde. Ja, daarom heb ik dus geen Wii U. Ik twijfelde er om een eentje te komen, maar ik dacht toen, ja, wat ga ik erop spelen? Alleen Mario Maker, denk ik. Nou, we hebben een kompas gevonden. Dat is alvast één ding, dus kunnen we kusjes nog zien. Maar volgens mij is dit de enige kamer die we nog hebben gedaan. En daar zit de sleutel. En die sleutel, daar kunnen we niks mee. Dat is hier, want die sleutel is een map. Dus we hebben hier alle pick-ups. Tenminste, ik zal eens heel even kijken. Dat zit er in. Nee, er is nog één kistje. Er is nog één kistje. Oh. Maar als dat kistje de map is... Oh, wauw. Je hebt een beetje glitch. Ja, dat was een beetje glitch. Zo grappig zijn als het laatste kistje kan passen. Ja, te laat. Nee, het zou een beetje grappig zijn als... niet het laatste kistje in een kompas is, maar... als... hoe heet het? Dat kistje inderdaad dadelijk de map is en dat we toch die sleutel moeten pakken. Weet je wat? We zijn er nou toch bij die sleutel. Laten we eerst die sleutel gewoon pakken. En mijn magieballetje is een beetje geglitcht. Ja, die is... Oh ja. Ah. Dan heb je gewoon geen magie meer. Negatief magie. Ah, door deuren gaan, dat werkt wel. Nee, hij is echt glitched. Oeps. Daar overleven we ook wel weer. Nee, ga van hem af, ga van hem af, ga van hem af. Hij wil alleen maar knuffelen. Ik vind hem nog steeds super creepy. Ja. Hij wil gewoon knuffelen. Ah, gewoon... Misschien moet ik een beetje magie gaan gebruiken. Dat... Ik vind deze creepier als de versies in de Wind Waker. En de video van de Wind Waker, die zijn ook best wel disturbing. Wat, de mummies? Of de... Nee, de Redeads. De Redeads. Ja, die zijn gewoon disturbing. Maar... Spannend hoor. Oeh. Oké, volgens mij zat hij dan toch aan de andere kant. Nee, niet doen. Stout. Uh-oh. Hi. Kunnen we niet rustig over praten? Misschien bij een kopje thee? Ja, inderdaad. Let us have a cup of tea. Maar is dit nou de extreme randomizer? Of? Nee, die is nog niet vrijgegeven, helaas. Helaas, nog niet. Oh, we hebben wel de sleutel. Is het de sleutel? Is het de map? Blijf ik hier de hele tijd op en neer springen? Het is de map, dus we moeten echt naar dat kistje toe. Damn. En ik weet het, jongens, mijn magie is geglitcht. Onze magiebeter is nu gewoon zwart. Deal with it. Wij doen een zwarte magie. Oeh. Oh, you shouldn't have done that. Ik ben al wel heel donker, moet ik zeggen. Because it can. Een beetje breider. Misschien dat ik mijn oor een beetje kan fixen zo. En heel eventjes naar de andere toe. Filters. In the end... Super Ducky. Ik ben helemaal hyped voor Smash. Ik weet niet, ik ben niet zo'n Smash fan. Ik ben de totale Smash fan. Echt, sorry hoor, maar... Ik vind het leuk om... Ik blijf erbij. Ze moeten Captain N nu in Smash uitbrengen, want dan is de hele cast van die game compleet. Ik moet zeggen, ik vind het leuk om een paar potjes te spelen met vrienden, maar dan ben ik er ook wel weer klaar mee. Nou, ik kan er helaas het oortje niet fixen. Nou ja. Ja, ik probeer hem weer terug te stellen op... Oké. Dan verander je maar lekker in een ghost type van Eevee.
Nee, die bestaan niet en die wil ik zo houden. Oh my god, het ziet er heel duister uit, dat filter. Ja, ik kan de belichting helaas niet goed krijgen, daar baal ik wel van. Het is best wel donker nu. Dus ik zeg nu op mijn beurt gewoon de chroma key ga ik nu gewoon ook uitzetten. Hé, hey, kijk, groen doek! Ja. Ik heb binnenkort krijg ik die statieflamp krijg ik binnen, jongens, dus... Dan is het hopelijk gefixt. Nou zien jullie het ook echt, het is echt een... Bunnies! Zal ik deze ook even uitzetten, zo. Ah, konijntjes op de achtergrond zijn ook altijd leuk. Ja, daarom. Alleen moet mijn camera niet het spel overnemen, dus even... Ik zie te veel rode lijntjes nu. Ik hoor ook hoor heel veel theorieën voor Skull Kid in Smash. En dat zou ik helemaal niet erg vinden, want... Ze zijn met Smash echt wel bezig met een villain thema. Ik bedoel, we hebben Ridley, we hebben K.Rool, we hebben Dark Samus. Dat zijn best wel veel villains. Ik zou wel even kijken trouwens of ik de magie ook even kan fixen. Zijn er toch alles aan het fixen? Ach ja. Nou, het zou op zich wel kunnen in verband met iedereen. Die was er ook enorm hyped over op het moment van... Nee, het zit echt in de safe nu, dus oeps. Nou, maakt niet uit. Nou ja, weet je. Het is magie maar. Nou, dan... Speaking of, nou... Dan ga je op een normale manier saven. En dan sluit je het spel af en dan start je hem opnieuw op. Ja, maar dat is het probleem. Hij doet niet echt goed zijn saves opslaan. Nee, niet save state, gewoon... Nee, hij doet niet goed zijn saves... Zijn gewone game save opslaan. Ah, dat is jammer. Ja. Dus. En ik wou heel even op de map kijken, maar dat mag blijkbaar niet. Nu wel. Want hij zit daar onderin. Hoe kwamen wij ook weer daar onderin? Ja, we hebben net al geprobeerd om te gebruiken, dus dat hielp niet. En Steve heeft ook nog wat potions gevonden en dat hielp ook niet. Wat magiebottels. Onze magiebar die is gewoon echt zoiets van... Jongens, jullie willen censuratie? Ik censureer mezelf. Ja. Wat groen is... Normaal. Nou, groene scheid vonden ze een beetje te ver gaan. Dus vandaar. Oh, tuurlijk. We zijn hier een kistje vergeten. Want hier is een kistje onzichtbaar. Kistje. Maar ja, het zou maar de item zijn wat we nodig hebben. Dat is wel vet, hè? Misschien hebben we dit item inderdaad daadwerkelijk nodig, ik weet niet. Deze snelle, ze kunnen hier niet uitwarpen. Babal. You want it? It's yours, my friend. As long as you have enough bombs. Bombs? Maar ja, aan de andere kant, we hebben geen mirror shield. Dus... Maar we kunnen wel heel veel doen. De dingen zeg maar die we hebben gedaan als Young Link aan de voorzijde van de Spirit Temple... We kunnen die sleutel kunnen we gewoon besparen, want we kunnen daar ook als Adult Link naartoe. Ja. Het enige verschil is... nogmaals, we hebben geen Magic Mirror. Ja, geen Mirror Shield. Oh ja, dat. Magic Mirror? Wil je naar de Dark World toe gaan in Ocarina of Time? Ja, joh. Lachen! Lijkt me eigenlijk best wel interessant hoe dat eruit zou zien. Jammer joh. Oké, dan heb je dus een Young Link versie van de Dark World en Adult Link versie van de Dark World. Dat zou best stoer zijn om eerlijk te zijn. Nieuwe Zelda game. Yeah. Maar goed, ik doe eventjes nou wel even de capuchon doe ik nou wel heel even af jongens. Van, oh, zo. Ah, ik heb een bad hair day van hier tot beginnen. Mijn excuses daarvoor. Waarom bied je daar een excuus voor aan? Ik heb geen idee. Kan toch niet. Ik hou mijn petje wel op vanwege die bad hair day. Pet head, hey. Oh. Onze magiebalk doet het weer! Stevie, hij doet het weer. Ja, het mooi hè? Het was de curse of the well. Ja. Nee, ik weet niet hoe dat ik in één keer op de Magic Mirror... Ik zat gelijk... Wacht even, dat is terraria. Ja. ja, Magic Mirror... Nou, de Magic Mirror is ook in A Link to the Past. Die ziet wel heel fel. Ga uit. Pff, zo.
Ja, heb je altijd een moet ook de Nazar nog hebben. 1% kans dat hij in een kistje zit. Zo, nou, mijn camera die zit nou wel in één keer heel erg bright op automatisch. Zo, hé, hey, hallo. Where do you wish to go? Als jij nou eens eventjes de versterking niet zo hoog zet, dan zou ik heel erg... Oh, ik heb de verkeerde lamp ook uitgedaan. Oeps, zo. Kijk, nou is het een beetje beter. Mooi. Genoeg met dat technische gezeur. Ja, ik vind het hartstikke goed. Nou, jullie willen ook doorgaan dat ik een keertje een Terraria stream serie ga doen. En waarschijnlijk dan modded ofzo, dus... Ja, dat is heel leuk. Ik heb een Nazar probleem. Met modded heb je er niet zoveel last van. 1% kans! Kans. Oh, verschrikkelijk. Kans. Oh, oh, opa, stroppen. Voorzichtig. Dan zit ik te denken, hebben wij eigenlijk de Mirror Shield? Ja, die hebben we nodig voor de baas. Voor 3 en 2 roven? Mhm. Ja, daar heb je de Mirror Shield voor nodig. Adult Link, still rocking the pink tunic. Alright! Yeah! Sorry. Eppa. Ik ga eerst naar het kistje toe. Voordat we naar de Spirit Temple gaan, we gaan eerst naar de ene kistje toe. Dat is wel het leukste aan randomizers. Je moet het spel echt 100% in en out weten om... Waarom is Terraria Triforce Heroes nooit afgemaakt? Het probleem was met Triforce Heroes. Erwin die had veel te veel studies op dat moment. Dat is ook hetzelfde probleem wat we hebben met de hardcore serie. Dat er echt heel veel mensen zijn die ook gewoon moeten werken. En dat ze niet echt aan opnames toekwamen. Dus daar hebben we wel een oplossing voor. Zijn we mee bezig. Maar ja... Weet dat studies en alles en werk, dat gaat natuurlijk voor. Dus, en het is natuurlijk heel erg moeilijk om op te nemen met iedereen tegelijkertijd. Yeah. Hallo Pluto. Hoi Pluto. Hoe lang ben je al live? Ik denk een uur? Iets meer dan een uurtje? Iets meer dan een uurtje, ja. Ja, uurtje ongeveer. En we hebben een sleutel gevonden. We hebben een hele... Shadow Temple gedaan en de Shadow Temple die gaf helemaal niks, maar daardoor hebben we de Song of Storms geleerd en dan hebben we alles gedaan met de Song of Storms. En toen hebben we de Golden Gun of de Silver Gun was gevonden en nu gaan we kijken wat we met de Silver Gun was allemaal kunnen doen. Ik weet één kistje en we kunnen natuurlijk naar de Spirit Temple, maar we staan er ook met Majora's Mask randomizers. Ja. Waarschijnlijk wel. Vast wel. Maar het was een enorme pijn in de neus om dit te doen. Nou. Voor mij zijn er games die geen randomizer hebben. En volgende randomizer wordt Oh, de spoiler! Nou ja, ik weet niet of ik gelijk een randomizer na ga doen. Ik denk dat er eerst nog een Mario Maker gaat komen, omdat ze daar ook heel erg weer op zitten te wachten. Ik niet, maar goed, hun wel. Mario Maker. Ja, nou dan laat je het mij doen, dat ging helemaal goed. Oh, wat een ongelofelijke struggle. En we hebben een piece of heart, oké. Ah, altijd handig. Ben je van plan om nog iets anders te gaan doen naar dit? Nou, we hebben de vorige keer hebben we Ultimate Chicken Horse gedaan. Dat was ook wel gezellig. Alleen dat was heel erg lastig om dat te doen met de livestream. Ja, dat is toch een lastige... En we hebben besloten dat het een lastige game om te livestreamen. Je bent meer aan het leuteren met elkaar en lol hebben met elkaar... als dat je een chat in de gaten kan houden. Ja, en het is echt alleen maar... Oh nee, ik was er bijna. Oh nee, ik val. Dat soort dingen. Of elkaar uitlachen. Dat is ook wel leuk. Maar de rest, TV, ja. Zelfs de stenen houden van je. Ja, inderdaad. The rocks really do like me, ja, Rock. Wait, what? Er zijn weinig games om te redden, man. In Majora's Mask wil je? Ik heb geen idee. Geen spoilers, alsjeblieft. Op zich is er juist heel veel te randomizen in... Ja, ik weet niet of het überhaupt randomizen is, maar als je al die maskers randomizen met items... Niet te veel spoilen, iemand heeft met Majora's Mask nog niet gespeeld. Ik weet het niet. Het is niet te spoilen, want ik weet het zelf nog ineens. Maar ik ga eerst douchen. Nou, succes, veel plezier. Niet verzuipen, alsjeblieft. Geef alleen aan dat er theoretische mogelijkheden zijn. Ik heb ook gehoord van mensen die dus dolgraag een Wind Waker doen. Een
wint twee keer randomize? Ja. Ja, waarom niet? Oh, stel je voor, dan heb je zo'n vis, hè? Dan geef je dan voer. Smee! Ja. Wat is waar ik er een kan kopen? Erik? Vraag het aan Erik, zou ik zeggen. Erik's webshop! Ja. Dat kost mij iets te veel bommen, maar dat maakt niet uit. Hey, dan krijg je dus van, hoe heet het, randomize de delen van de kaart. Nou, die items zouden ook gerandomized kunnen worden. Ik weet niet precies hoe, maar ik weet niet. Ik denk dat het bij dit spel en bij spoilerspel, tot het daar is eigenlijk heel goed zou werken. Maar bij die andere heb ik echt zoiets van, Want als ik mijn handen kan krijgen aan de hyper, aan de sanity randomizer, dan ga ik echt wel zo'n run doen. Dat lijkt me echt leuk om te doen. Ja, dat lijkt me ook wel heel graag. Gewoon echt alles weinig randomizer. Nou, behalve de schools helaas. Ja. Echt degene die dat heeft uitgevonden, echt serieus, die mag branden in de vulkaan van de Gorons. Ja, de Elder Volcano. Ik weet dat je dit met de longshot kon doen. Waarschijnlijk via de zijkant. De vorige keer hebben we het ook gedaan. Ja, klopt. Volgens mij moet je helemaal aan de zijkant van dat blok staan en dan... Ja, ik ben een beetje aan het wegzinken in verband met... Ik heb de hoverboots niet aan. Dan zink je een beetje weg en dan... ja, precies. Het kan net die paar millimeters zijn, weet je wel. Kijk maar je ziet je eigenlijk echt wegzakken. Pixel yeah. Measurements. Als je nou eenmaal tegen de muur aan... Nou, ik wil gewoon weten, van kan ik dit doen zonder de hoverboots? Ik weet dat dit te doen is zonder hoverboots! Zie! Zie! We zien het nog niet. 10 seconden later. I like normal boots! Oh, kijk. You did it. Yay! My way. Ja, inderdaad, I did it my way! Kazaai! Ja, het einde van de stelzagen van Dragon Ball Z Abridged. Heerlijk. Wie? Dragon Ball Z Abridged? Ik moet nog super nog steeds kijken. Nee, Dragon Ball Z Abridged. Met andere woorden, dan hebben een aantal gasten. Die spreken gewoon die hele originele Dragon Ball Z dus opnieuw in. Wat? Over 9000? Dat kan niet kloppen! It's over 9000! Oh, succes morgen, lieve games. Even Games, ik hoop dat je zou slagen. Dus ik duim voor je. Oh, kom op, ik weet dat dit zonder de hoverboots kan. Volgens mij moet je gewoon een. Oh, kom op, ik weet dat dit kan. I'm doing this my way. Hoverbootloos. Deze zilveren groep is moeilijker als dat kistje. Maar ik weet dat het kan. Kan. Steve, doe niet zo moeilijk. Pak gewoon je pantoffeltjes. Ik wil mijn pantoffeltjes niet aan, want als ik mijn pantoffeltjes aan moet, wil dat zeggen dat ik zo naar bed moet en ik wil nog niet naar bed. Hoppakee, I did it. Dat was vroeger altijd. Vroeger was het altijd zo van, doe je alvast je tandjes poetsen? En dan wist je al hoe laat dat het was. Ja. Want... dan wist je al hoe laat dat het was. Ja, duh. Dan kijken we naar de klok, dan weet je het zeker. Maar dat was juist het grappige. Ik keek vroeger nooit naar de klok, want dan was het altijd van... ik moet over 2 uurtjes aan de bed of zo, weet je wel, dus... In die periode dat je om 9 uur naar bed moest. Ja. Yeah. Oh, kijk, nou toch eens, komt een like uit de lucht vallen. Yay! Een recovery heart! Someone loves you. The like loves you! The like likes me. But I do not like the like. Maar de vraag is, like you the like you. Do you like the like that like likes you? Er is wel een fluitwinkel waar ze ook rins verkopen online. Ja, maar kijk uit, want voor je het weet heb je dadelijk in één keer de verkeerde winkel te pakken. En daar waarschuwen wij iedereen voor bij conventies zoals op Elvia en op Castlefest. Ja. Yeah. Dus,
Want STL die heeft hele goede ocarina's. Songbird heeft goede ocarina's. Erik heeft goede ocarina's. Mijn heren, ik ga mijn pizza eventjes ophalen. Ga jij eens even je pizza ophalen. Superducky, wij hebben iemand die ook daadwerkelijk hier ocarina's verkoopt. En die promote ik maar al te graag. En dat is dus Mumee's webshop. Maar Mumee is op het moment niet aanwezig. Maar die verkoopt hele goede ocarina's. En het is natuurlijk ook aan van... Ja... Het ligt er ook natuurlijk aan... Wat voor ocarina... Hoeveel geld als je erin wil steken natuurlijk. Dat is ook heel belangrijk. Kijk, als je maar zoiets hebt van, nou, ik heb eigenlijk maar zin om voor 30 euro niet meer, dus. En waar kom ik eerlijk zo ook in, op een conventie? Op het moment wel. Ja, of waarschijnlijk een keertje via een livestream of zo, tot hij dan zegt van, stuur me even een privéberichtje en dan gaan we het handelen. Dat kan natuurlijk ook. En we hebben de biggest bomb bag. Hoera. Oh. Hoera voor bommen. Oh, wacht eens eventjes. Volgens mij kunnen wij ook één andere niet krijgen. Want we hebben de hamer niet. Oh ja, die heb je hier ook nodig. Hè? Nou, er zit daar een switch. Niet een swatch, maar een switch. En die switch kun je alleen maar indrukken met een hamer. En als je die hamer niet hebt, dan, want met dat kistje komt er namelijk, of met die switch komt er een kistje tevoorschijn. En ja, ik weet het, ik moet hier nou mijn pantoffeltjes aan gaan trekken. Ja, dat zonnetje dat geeft alleen maar een wallmaster, dus daar heb je niks aan. Daar zit geen kistje, dat weet ik 100% zeker. Geloof mij maar. Ik spreek uit ervaring. De ocarina hebben we ook nodig, dus. Alleen maar de pantoffeltjes hier. Go for it! Oké. Nee, niet van het handje afvallen. Ik hoor mezelf! Waarschijnlijk van je beetje uit of zo, maar ik weet niet. Het is grappig. Sorry, wat? Ik hoorde mezelf. Je hoorde jezelf? Ja. Dus ik dacht dat het via jouw speakers was. Dat zou dan wel via mijn speaker komen inderdaad. Ja, dat is wat ik dacht. Dacht ik. Je hebt er toen eentje van je oma gekregen. Dat is wel gaaf. Ja. Yay, nog een sleutel. Alleen vergeet niet, we kunnen één sleutel skippen. Dus op het moment dat we dadelijk... Nou, we kunnen nou heel het jonglink gebeuren waar ook nog twee kistjes te halen zijn. Ik bedoel, we hebben nou of de Iron Boots nodig, of de Mirror Shield. Of de Longshot. Of de hamer. Nou, ik zit eventjes te... Nou, de Longshot die hebben we nodig. Of de hamer inderdaad, ja, want dan kunnen we de Fire Temple verder afmaken. Dan zit ik eventjes te denken. Kan ik dat? Soms. Pas wel. Want met de longshot kunnen wij naar de Ice Arrow, die we nu hebben gevonden. Nee, met de longshot kunnen wij naar Gerudo Valley, waardoor dat we dus de trading grounds kunnen doen. Hoera. Waarom hebben we de Ice Arrows hier? Al zegt iedereen ook van, nee, dat kun je ook doen via de andere room. Ach ja, één voordeel, we kunnen dit hier ook even doen. Bloepje op een stokje. Dat is cool. Dat is super cool, man. Ja, eigenlijk hoeven we die torch niet aan te steken, maar ja, ik heb gewoon zin om al die bloepjes te pakken hier. Of ja, zilverroepies. Dat eigenlijk hier zijn.
Switch rupees. Ik weet niet hoe dat het concept werkt. Ik bedoel, hoe weten ze daarvan? Oh, hij heeft alle rupees bij elkaar. Moet je die dan gewoon allemaal bij elkaar? En dan gaat er een effect af of zo. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Sommige dingen zullen altijd een mysterie blijven. Oké, jij gaat me irriteren met de hele tijd Z-targeting. Ga explodeer. Oké, dus we hebben er 3. En die 3 kan ik vanuit hier raken. Sloopies! Yay! Oké, daar hebben we het kistje. En natuurlijk is er weer zo'n beamos die het dan weer moet verpesten voor ons, hè? Yep. Altijd weer die beamos. Auw. Het zal toch niet die beamos zijn? Nou ja, aan de andere kant hebben we ook nog 2 andere goede upgrades. We hebben nog Double Magic, die ook heel belangrijk is. Zou leuk zijn als dat nou in dit kistje zat, maar natuurlijk niet! We hebben nog Double Defense. We hebben nog... Waarom loop ik nog steeds rond met mijn pantoffels? Nou, omdat het al bedtijd is natuurlijk. Nee, doe het... Nee! Trek ze uit! Ik protesteer! Oké. Op je bekje. Op je bekje. Al moet ik wel zeggen, deze randomizer die... speelt nogal veel met ons. Een heel vervelend spelletje. Tot we daar gewoon 1 dungeon hebben of zo waar echt alles in zit. Tot er gewoon extra is van, nou oké, ik ben er klaar mee, alsjeblieft, je wint. Gefeliciteerd. Hey daar, hoe noemden we je ook alweer? Want het was zo'n moeilijke naam. Gewoon review. Oh ja, review was het. Gewoon review. Hallo. Daar is die weer. Ik weet dat, weet je wat? Weet je wat? Ik weet dat er een Skulltula zit en ik negeer hem. Wow. Bluetooth is copyrighted. Nou, sla dan. Doe dan. Oh, dit is leuk. Dat kan op een darknet. Dit was makkelijk. En dan moet je bedenken dat je deze eigenlijk als youngling moest doen. Haha. daar ben ik weer. Dat doe ik altijd. Dus van mij. Copyright van Stevie. Waarom zoveel recovery hearts? Nou, wat wil je liefde geven? Was dit nou ook te doen? Nee, hè? Oh ja, we noemden jou Espion. Dat was het. Ja. Omdat je paars was. Oh ja. Ja, omdat je paars was inderdaad. Hoe durven wij hem niet bij zijn oorspronkelijke naam te noemen? Ben ik dan een Livion? Als jij een Livion wil zijn. Hashtag Livion! Hashtag Luckyon! Dan is Super Ducky en Flareon. Tenminste bij mij. Waarom wil iedereen in één keer spontaan een evolutie zijn? Ik ben roze. Ik ben een Sylveon. Nee, dat is Kevin al. Oh ja, Kevin is al een Sylveon. Oh, ik ben niks. Ik ben een lid. Je bent te laat. oh ja, dit gedoe. Weet je nog, 2 kistjes die we toen dachten tot maar 1 kistje was? Ja. Dat weet ik nog wel. Nou, vooruit. Dan zal de muts nog in 1 keer opgaan ook. Dan ben ik wel weer de Eevee. Zo. Mijn pet zakt er helemaal vanaf, zeg. Zo, hé. Hey. Hi. Hoi. Nu snap ik wat je bedoelt, inderdaad. Je hebt echt maar 1... Je ziet maar 1 kistje, inderdaad. Ja. Maar er vallen er 2. Ja. En de camera, die ging dus de hele tijd op dit kistje gefocust. En daar is onze defense power. Dus we hebben wat meer defense. Daar ben ik wel blij om. En het zou nog helemaal hilarisch zijn geweest als daar nog eens een keertje dan de dubbel magie in zit. Maar natuurlijk is dat niet het geval. Nee, dit kistje is waardeloos. Ja, Nou ja, waardeloos. Bo, ja. Er zit, ja, maar die sleutel die skippen we. Want we zijn hier al geweest.
Als jongling zijn we al naar beneden, daar beneden helemaal rond geweest. Ja, klopt. Oh, kom op. Dit kan gewoon met een gewone bom. Je moet gewoon heel goed timen. Ik probeer dit goed te timen. Pluto, jij bent Livion privileges kwijtgeraakt. De man is nu Livion. Ja. Oh, kom op. Ik kan dit doen. Ik weet dat ik dit kan. Je kan dan ook gewoon een bomtuur gebruiken. Ja, dat weet ik. Maar I did it my way. Zie? Oké. Gaan we weer uitslopen? Ja, natuurlijk. Dat hoort bij een randomizer. Volgens mij konden we naar de andere kant nog... Ik weet niet hoeveel kistjes, maar volgens mij maar echt een paar kistjes. We zitten nu echt weer tegen een ruimte aan waarvan dat ik zeg van... Oh boy. Ja, ik zit ook even te denken nu. Ja, ik weet met de Meryl Shield, we hebben de hamer natuurlijk, want daar heb je nog een kistje. Sleutels is het issue niet. Want we kunnen hier gewoon al door. Ja, dat is waar. Dus dat scheelt dan. Hallo. Ik heb Dinsfire. Hi. Oh mijn god, hij overleeft het natuurlijk, hè. Ik heb nog net genoeg magie om nog één keer Dinsfire te gebruiken. Had je dan niet beter vuurpijlen kunnen gebruiken? Nee. Oh ja, hem moest ik ook doodmaken. Wat is eigenlijk je favoriete evolutie? Het zijn allemaal. Al weet ik dat jullie ondertussen met complottheorieën bezig zijn. Want in de vorige video had hij het meer... Toen had hij een Vaporeon op zijn schoot. Maar in de andere aflevering had hij iets met Umbreon. En hij zei dat hij zelf in een Umbreon zou evolueren. En... Ik hou jullie theorie in de gaten, hoor. Dus, het is confirmed. Gewoon liefde voor allemaal. Ah, ik vind het wel grappig dat ze echt met de theorie bezig zijn. Ach ja. Nou, volgens mij konden we nou niet die ene deur in, maar we kunnen wel naar de oorspronkelijke Mirror Shield. Dus, word eens wakker. Word eens wakker. Word jij eens wakker. En er zitten ook nog twee andere kistjes. Als wij hier de Mirror Shield trouwens gaan krijgen, ik lach maar helemaal scheel. Dat zou wel heel nice zijn, dan kunnen we gewoon de hele tempel afmaken gelijk. Nou, hier zitten twee onzichtbare kistjes die iedereen altijd vergeet. Oh! Nou ja, van de recovery hard was ik ook ondertussen klaar mee. Hé, hey, de man is een andere kleur geworden. Wat krijgen we nou? Zomaar! Daarmee bedoel ik dat iemand anders de Livion op het moment is. Ja. En tot een bel in het gezicht best wel pijn is. Dat kan me voorstellen. Ja. Ga dood. Bah. Maar ja, aan de andere kant, we hebben de compass. Hebben we ook nog steeds niet. Al weet ik, dit kan geen compass worden. Je hebt het de map nog niet. Red roepie. Ik. Oh boy. Oh boy. Voor mij heb je echt maar één kistje gepakt, hè, toch? Of niet? Of heb je ze er wel twee gepakt? Ik heb ze daar alle twee gepakt. Oh wel. Oh. Blijkbaar is de man ineens een verborgen geworden. Oh, je bent nou verborgen. Oh, oké. Ik zit echt aan te denken, want we kunnen daar nog niet in. Daar zit één kistje. Misschien is dat de compass of zo, want we hebben nou wel de sleutels. Want hier horen we oorspronkelijk niet in te kunnen zonder de Mirror Shield. Maar who needs a Mirror Shield?
Nobody. Nobody knows what it's like. Without a mirror shield. Mirror shield. Without a hammer. In the spirit temple. No one knows what it's been. To with be a Mr. Young Bean. To be older Link. Oh, kom op! Normaal is dit zo makkelijk te kazen. Ja, als je de longshot hebt, ja. Ja, dan ga je gewoon naar boven toe. Ja. Oké, okay, we wachten nu wel even. Oké, okay, klim, klim, klim. In HD. Oké. Okay. Volgens mij had je hier niet de hammer voor nodig. Tenminste, ik hoop het, want anders hebben we echt een probleem. Ik sta er toch op? Nee, ik sta er niet perfect op. Oh, wauw. Ik moet echt mijn dag gekken dit. Maar we hebben de hamer nog niet. Deze deur kun je ook met bommen doen. Oh. No hammer for me. Daar zit hier de hamer in. Oh, leuk. Ah, ik ben wel blij, want we hebben magie nodig en de magie was op. Obvious fake door is obviously fake. Behind Blue Eye of Zelda's Lullaby? Ik denk Zelda's Lullaby. Wie wordt er niet gek van Zelda's Lullaby? Ja, dat is waar. Oké, okay, dus we hebben de hookshot nodig. De Inspire hebben we op het moment even niet meer nodig. Dat is goed. Oh nee, wacht eens heel eventjes. Want voor die andere kist die ik in mijn gedachten heb, daar heb je ook de Mirror Shield voor nodig. Krap. Dit is het laatste kistje wat we hier kunnen pakken, volgens mij. Nou, dan maar hopen dat dit een goed kistje is. Dan maar hopen dat hier de hamer of de mirror shield in zit. Nou, ik zit te denken. We hebben dat ene kistje. Achter de mirror shield. We hebben het andere kistje dat we niet kunnen pakken. Waarin dat de Megaton hamer nodig is. We hebben nog een kistje dat achter een bombable wall zit, waardoor dat je de mirror shield voor nodig hebt. Dus er zijn al drie kistjes. Oh, dit is getimed. Dat wist ik niet. Dus dat zijn drie kistjes die we al niet kunnen pakken. We hebben nog sowieso dus vier pick-ups. Dus als dit een item is wat een kompas of een map is, dan... Damn! Of een bloopie. Here we go. Wacht maar. We konden ook nog iets doen in Gannon's Tower, toch? Ja, maar daar is, één pick-up. Ja, ja, het is er één. We hebben de dungeon map! Met de kompas kon we tenminste nog de kistjes zien! Nee, wie weet je niet waar je kan lopen, maar niet. Nou, ik zal heel eventjes kijken, want... Ja, want dat is hier. Dan moet je het zonlicht weer kaatsen naar het zonnetje hierboven. Oh, crap. Dus we zitten hier vast. Oh, dat is naar. Maar je kan hier niet verder lopen. Nee. Want we kunnen de zonstralen niet naar dat directe. En daarachter, het enige wat je kunt doen is de zon hier doorheen laten lopen, maar er zit verder geen kistje. Ik kan wel eventjes kijken, maar... En ik heb echt geen zin om in een speak sheet te gaan kijken.
Hallo, mag ik jou alsjeblieft heel eventjes vriendelijk killen? Nou, dat je het zo vriendelijk vraagt. Altijd toch? Ja. Oh, dan waren er echt zoveel wegen open, hebben we zoveel kunnen doen en dan nog zitten we dan weer vast. Ik vraag me echt af, kunnen we naar Gerudo Valley met de hookshot? Dat kunnen we ook nog eventueel proberen. Kunnen we het proberen. En anders toch misschien die ene pick-up pak in Gannon's Tower, misschien is dat iets? Ja, nee, dat is het eerste wat ik ga doen. Ja. Gannon en his pick-ups. Hij ziet die Zelda of Coraline. What can we do? Maar volgens mij zou je ook een behoorlijk stuk daar kunnen lopen met... ik weet niet of met de hoverboots dat je dan ver genoeg komt. Volgens mij niet. In ieder geval, de zon staat al op de goede plek. Great, I'll grab this chest. There is no time. Your sword is enough. No, it's not! How about a chest for luck? Zit je... Zepte jij me nou zomaar in mijn kont? Niet ouder. Wat zit hier boven eigenlijk in? Gewoon alleen maar hearts. Ik heb deze nooit eerder gezien. Rip headphone users. Nee, dat kan volgens mij niet. Nee. Dat is alleen maar Majora's Mask. Spoilers! Sorry. Ah, ja, weet je wat, ik heb het eigenlijk nooit geprobeerd. Laten we het proberen. Dat is op zich een hele goede suggestie. En sorry voor die spoiler. Ja, nee, is goed. Ja, misschien wel, werkt het. Wat nou Mirror Shield nodig? Nee. Ah. Is wel gek eigenlijk. Are you just Noku? Noku. Ja, alleen die tekst die erbij zegt, weet ik niet hoe ik erover moet denken. Dan hou ik maar op ui. Ja, gewoon ui. Ui, en een beetje semi-taalgebruik. Ja, let er een beetje op. Ja, semi. Niet helemaal. Wacht eens heel eventjes. Opende die switch niet alleen die deur? Welke switch bedoel je? Of was dat deze switch? De roestige switch. Want ik weet dat hij nog een keertje ergens kan zitten. Nou zit ik te twijfelen. Want je hebt zeg maar waar dat de Golden Scotula zit. Daar. Maar kan het niet zo zijn? Betekent, hoe gaat het? Het zou goed kunnen. Ik ben niet zo van de straat. Ja, er zit daar een kistje. Jawel? Oh. Ja. De hamer is alleen maar voor een shortcut open te maken. Oké. Okay. Sorry, Just Noku. Daar was ik niet echt van op de hoogte, inderdaad. Dus, maar het gaat goed. Het kan beter. We zitten een beetje vast. We zitten een beetje vast, maar we gaan nu kijken of we een nieuwe route kunnen vinden. Zit hier het kompas in. Ik gil heel de buurt bij elkaar. Rip headphone users. Oh, en je had al zo'n aardige buurt. Oké, jongens. 3, 2, 1... Oh. Nice. Ik ben een beetje frozen today. Take an ice arrow to the bone. Dus dat betekent dat we naar de Gerudo Fortress moeten. Oh ja. We kunnen weer verder. Ja, maar ik wil niet naar Gerudo. Wacht even, volgens mij kunnen we hier wel gewoon warpen. Ik wil niet naar de Gerudo's, die zijn eng. Just let it go, man. Laat het los, niet doen. Iemand wil een snowman.
Let it go, let it go. Don't let use the hoedlong shot anymore. Maar wat doe je eigenlijk dan met de hookshot? Ik zo van, ah, ik heb dit ding niet meer nodig. Vlots, gooi het weg. Nou, eigenlijk, wat je stiekem gewoon niet ziet, is dat gewoon eigenlijk gewoon in één keer de... Hij pakt de hookshot en hij rekt hem gewoon uit. Maar dat zie je niet. Nou, even wachten. Ik zie wel even een ander klein dingetje wat ik heel even aan wil passen. Mijn camera was een beetje iets te groot en nu is het iets beter. Zo. Ik ga toch liever voor de B. Voor de B? Ja, niet voor de A. Oké, dan ga ik wel voor de Q. En Q. Q. Hi Thomas. Echt al die neon. Hoi. Ik ken bijna niet lezen al die neon. Ja. Zo lastig. Nou ja, we kunnen in ieder geval heel eventjes kijken bij... wacht even, maar hadden we dat kistje niet op een andere manier weten te kazen? Wat in Ganon's Tower? Ja. Verder niet, hè? Nou, ik dus ook niet. Hoi. Hoi. Dat blijft gewoon een ding, dat laat mij nooit meer los, die hoi. Ja, misschien moet je gewoon eens een hele livestream weer de CDI spelen. Nee! Ik heb het één keer gedaan, ik heb het één keer op YouTube gedaan en daar laten we het bij. Laat het los. Wat vindt de chat? Laat het los! Je bent een moderator, jij hoort mij juist te supporten. Ja, maar ik support... Nee! Dit is een bad idea! Pluto, jouw kleur is paars. Op dit moment. Nee, neon. Oh, bij mij is hij paars. Oh, bij mij is hij echt neon, dus... Voel je staan... Nee, dat kistje hebben wij al! Dat kistje hebben wij al! Ik weet niet hoe dat we dat kistje hebben weten te kazen, maar dat kistje hebben we al. Maar er zit daarachter ook nog een kistje. En nou hebben we de vuur en roos, dus kunnen we dat nog aansteken. Dus we kunnen deze hele sectie kunnen we nou doen. Oh, handig. Alleen hebben wij hier genoeg magie voor. Of heb je daar niet de hamer voor nodig, voor die switch op te... Volgens mij had je daar de hamer voor nodig voor die... Ik weet het niet. Hi. Maak jou vriendelijk verzoek om alsjeblieft even te sterven, dankjewel. Jongens, jullie kunnen zeggen van doe dat, maar jullie weten toch dat ik dat niet nog een keer ga doen. En je beetje, wij hebben hier een meeting over, schaam je. Ja, baas. Nee, joh. En niet zo, ja, baas, kom op zeg. Wanneer ben ik ooit baas geweest? Je moet eens wat rubies gaan uitgeven. Hè? Je moet wat rubies gaan uitgeven. Je pakt geen rubies meer op. Nee, gek, hè? Come back when you're a litter. Armer. Ah! Jouw schuld. I know. Wat is mijn schuld? Dat. Oh. Oké, gewoon doorlopen. Zoveel leuke kleurtjes. Maar dan vraag ik mij af, is dan die roestige switch was volgens mij voor de deur. En die andere switch voor de kist. Ik weet het toch echt niet meer uit mijn hoofd. Dat is toch erg? Ik weet het niet. Nee, spirit tracks gaan we nooit doen. Nee, waarom zou ik spirit tracks willen doen? Ik bedoel serieus. Dan gaan we liever nog CDI spelen. Ja. Heel weinig mensen weten dit van mij, maar ik speel nog echt liever de CDI-games dan Spirit Tracks op Phantom Hourglass. Ik vind de DS-games echt waardeloos. Sorry. Ja, groot gelijk. Super Mario Sunshine. Nee. Zoveel red coins. Goed, nou, Ganon's Tower was not very effective. Nou ja. Dus we moeten inderdaad met een longshot naar Gerudo Valley. Good luck. Right. Gerudo Valley. Don't want to get any parking tickets. Don't want to get any parking tickets. Meer geld! Yay! Espion, jij stemde net voor dat ik...
tot ik CDI-games moet spelen. Dus nee, dat is mijn geld, niet jouw geld. Je krijgt geen cent van mij. Het ligt aan jou, niet aan mij. Maar goed, we kunnen dus op een legit manier dus naar de Gerudo's. En daar kunnen we heel veel pick-ups op halen, maar buiten dat... It's just one way. La 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 la. Way is way. Luister Espion, ik wou best wel een paar gummies eventjes halen bij de Pokébarkt, maar nee. Stoute Espion. Ik kan niet boos zijn op evoluties, dat weten jullie. Heb ik trouwens... Ja, die heb ik al gedaan. Heb ik trouwens... Ik heb nog niet eens de golden skill, dus ik kan ook nog niet eens een piece of heart die pakken die heel erg diep zit. De bottom raken bij de andere gast. Nee, voor mij heb je dan maar één skill. Oh. Ja, waarom ben je zo gemeen? Waarom ben je zo gemeen, Espion? Waarom wil je mij CDI-games laten spelen? Ik kon amper lezen wat je net zei. Ja, dat zie ik inderdaad ook en ik kan dat ook nog niet eens. Dat is heel gebrekkig Engels. It's dangerous to go alone. Take this. Wat is een dengerot? Dat is een rots met een denger erop. Het is een rots die je op kunt... Ja, zo gaan we de rotsen noemen die we op kunnen tillen. De dengerotsen. Want we hebben de silver gauntlets, dus dan kunnen we nou steentjes gooien. De dengerots. Ja. Waarom ook niet? Do you dengerots? Dengerots jij ook? Nieuwe evolutie van Lycanroc, dengerots. Ja. Oh, ik heb echt zo geen zin om naar Gerudo Valley te gaan, maar ik heb geen keuze! Ja, tuurlijk wel, het is toch altijd gezellig. Het is maar weer gezellig noemd. Nou, maar volgens mij moest je ook echt op die paal schieten van een... Sta je ook voor paal. En we zijn naar de overkant. En daar zit een kistje die we niet kunnen pakken, want we hebben de hamer niet. Oh. Oh, op zo'n manier. Oké. Okay. Dan denk ik dat je die quote bedoelde van The Legend of Zelda. It's dangerous to go alone, take this. Dat komt ook nog wel in de buurt. Maar dan vind ik het in ieder geval heel erg dapper dat je gewoon in een livestream chat. Dat vind ik echt heel dapper. Dat vind ik echt knap. Complimenten daarvoor. Ja. Yay! Wow. Een glitch! Die heb je echt nodig. 20 roepies. De ladder is verdwenen. maakt niet zoveel uit. Maar die 20 robbies, die staan daar wel. Op zich is het nou wel handig dat we de biggest quiver hebben. Op zich. Navi, niet heen. Listen. Look. Watch out. Hallo. No. Durf ik dit met de big ass sword te doen? Je weet wel, met Bas. Ja. Ah, we moeten alleen maar even uitkijken wanneer dat ze beginnen te swirlen. Zoals dat dus. Want ja, ik heb mijn schild nou niet gebruiken. Oh, dat ging snel. Grappig feitje, deze sleutels zijn niet gerandomized. Gelukkig maar. Hey. Yeah! 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 Deze sleutels zijn niet gerandomized. Hè? Deze sleutels zijn niet gerandomized. Nee. Ik vind het wel grappig dat die gasten daar echt zo... Yeah! Ja. Nee, yeah. Yeah. Zeker weten. Yeah! Yeah. Nou, dan hoop ik dat ik ze alle vier even makkelijk uit mijn hoofd makkelijk... Ik zeg twee keer makkelijk, wauw. Maar dat ik ze goed snel kan vinden, want ik verdwaal hier af en toe nog wel eens een keer. Ah, verdurie. Ah, verdurie!
Waarom steek ik mijn handen daar omhoog? Ik had gewoon net zo van, oké, je fluit maakt niet uit. Hier, pijl en boog. Wat vind jij de beste Wii game? Mario Galaxy 2. Hij is wel enorm enthousiast. Ja, dat zeker. De beste Wii game. WarioWare Smooth Moves. Ja, die komt wel... Die staat ook hoog. Die staat bij mij echt heel hoog. Die is gewoon, dat is gewoon een leuk spel. Gewoon heel erg leuk. Nou, ik moet zeggen, ik vind Mario Galaxy... Begrijp me niet verkeerd. Mario Galaxy heb ik echt heel erg veel plezier aan gehad. Maar... Smooth Moves? Dat... Ja... Hoeveel lol dat ik... Oh, verdorie! Die game slaat nergens op. Daarom is hij zo leuk. Ja, maar gewoon die microgames en de muziek die erin zit. Heerlijk gewoon. Ik heb in mijn autoradio heb ik ook gewoon echt een taxideuntje. Want dat is gewoon echt heerlijk om mee te rijden als je dus inderdaad aan het autorijden bent en je hebt dan... La, 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 la. Dat is... Ja. Shiny in my pocket. Blijft echt een geweldig deuntje. Echt een aanrader. Ja. Of de... Of dat standaard deuntje van de Jimmy's. Die is ook leuk. Oh baby. Smoel. Smoel. Skyward Short. Nou, Skyward Short was ook wel leuk, zeker wel. Maar ja. Ik bedoel, Skyward Sword, het probleem wat ik een beetje met Skyward Sword had, want ik vond het verhaal vond ik echt geweldig. Alleen, er kwamen te vaak dezelfde, dat je echt constant naar dezelfde gebieden toe moest. En dan van, ja, maar dan kun je weer een stukje verder. Dat, ja. Ja, dat weet ik niet. En dit was compleet zinloos. Oh ja, hier zat eigenlijk, hier zit een geglitst... Zit hier trouwens niet een... Een purple rupee! Yay! Ik spring gewoon naar beneden. Oeps. We hebben de longshot. Ja. En daardoor zijn we nou bij de Gerudo's terechtgekomen. Navi, echt, ik zweer je. Als je nog één keer hey of listen zegt. Het valt ook echt die andere teams niet op dat er andere gewoon neervallen ineens. Nee, tuurlijk niet. Nee, iedereen staat te kijken. Oh, ja, ik had al een vermoeden dat hij met hoofdpijn zat. Ja, oh ja. Nee. Ja, we zitten hier in de woestijn inderdaad, ja, dus ik zou er ook hoofdpijn van krijgen. Oh, volgens mij is er nog eentje, ja. Oh, shoot. Pijlen! Op zich is het dan wel handig dat we de grotere quiver hebben gehad. Haten de vuurtempel 1.0 en 2.0. Nou, 1.0 vond ik mooi. 2.0 vond ik echt verschrikkelijk. Wat is 2.0 ook alweer? De tweede vuurtempel. Dus ik weer even te denken van Skyward Sword, hoe die er ook weer uitzag. Maar de eerste was meer de Earth Temple. Ja, maar die had er ook lava. Ik hou niet van lava. Maar... Ja, dat klopt. Ik kan die hele tweede vuurtempel niet meer herinneren. Ik heb echt al zo lang geen Skyward Sword meer gespeeld. Nou ja, we kunnen in ieder geval kijken wat deze piece of art is. Noten! Yay! Navi, echt serieus? Hou je wel! Oh, je hebt de Let's Play vandaag afgekeken. Leuk. Volgens mij komt er eentje in één keer nou zo langs gelopen. Ik heb een oude Let's Play van je. Skyward Sword, ja, best wel. Hallo, ik wist dat je langs zou komen. En dan heb je een pijl in je nek. Hallo! Wil je enthousiast gaan worden? Nee, ik moet eerst met die gek gaan vechten. Tuurlijk. Hallo! Hey, you young man! En dat is 2, dat is 3, dat is 4. Hoppakee, klaar! Bas is overpowered. Tumbleweed! Eigenlijk is dat een grapje van Sergeant Ortelli, oftewel van Pieter. Je weet wel, dezelfde grapmaker als Zaterdag. Ja, de Zaterdag, man.
Maar hoezo is... Waar komt die grap eigenlijk vandaan inderdaad? Ja, van Pieter dus, maar... Ja, maar dat was gewoon echt op het moment dat de Tambo weer tegenkwam. Dan hoorde je hem op sommige momenten op de achtergrond. Hoor je hem echt gewoon... We waren een singleplayer en echt elke keer als ik Tambo weer oppakte, kwam hij aan... Tambo! Ja, maar... Is dat van een of andere film of zo? Nee. Oh, dat vond ik gewoon grappig om te zeggen. Dat was gewoon grappig om te zeggen, inderdaad. Ah, oké. Okay. Ik bedoel, echt serieus, van alles wat je kan pakken, dan kom je in één keer gewoon tumbleweed, gewoon random. Ik zo, hey, kijk, ik heb tumbleweed. Ja, dat is waar. Ja, nee, we hebben alleen nog maar de dubbele cel hierna. Hallo. Hi, ik heb Bas, dus dit ga je niet winnen. Wauw. Movie quotes, dan moet je me weer even aan herinneren, want het is echt lang geleden dat ik die Let's Play gemaakt heb, dus. Bas, Big Ass Sword. Zo noem ik gewoon de Big Golem Sword, Bas. Kan niks aan doen. Ah, nee, wil ik niet naar binnen. Of naar buiten, sorry. Ik ga wel de andere kant op. Ik ben aan het livestreamen, er zit iets in mijn neus. Nee, niet mijn vinger, dat zou smerig zijn. Nee. Gaan we daar weer een. Ik ben allergisch voor en dan insert onzin quote hier. Ja. Yeah. Volgens mij staat hij hier beneden, want ik weet dat daar beneden dan nog een guard zit. Of zit hij hier? Nee. Zit hij dan aan de andere kant? Als je dan hier het hoekje omgaat. Is dit de dubbele kamer? Ja, dit is de dubbele kamer. Oké. Oh. Hi. Jongens, we hebben Bas. Dit heeft geen nut. Mooie backflip. Hé, je hebt me geraakt. In de rug nog wel. Gemeen. Ja, sorry. Ik ga dus even een kopje koffie zetten. Elke keer aan het einde van de part ging je een zinnetje zeggen uit de film, zodat mensen daar konden reageren. Als ze niks wisten te zeggen wat ze wouden zeggen in de... Oh, filmquote. Oh ja, dan ging ik een filmquote inderdaad. Dat was met die Let's Play. ik weet het niet meer. Nou ja, tot zo. Jee, we hebben de Gerudo's wc-papier. En daardoor kunnen we nou eindelijk richting de training ground. Oftewel GTG, ook wel genoemd. Gotta go. Gerudo's Trading Ground. Hallo. En dat kost 10 rupees. Ik heb hier zo geen zin in. Laten we bij het begin beginnen. Dat is toch een goed begin. Je hebt hier namelijk gelijk 2 kistjes. Tenminste, ik dacht 2. 2. Oké, we hebben al gelijk de eerste sleutel, dat is mooi. Hier zitten heel veel random kistjes, maar ook echt heel erg veel sleutelkistjes en itemkistjes, dus... We kunnen hier veel vinden, we kunnen hier weinig vinden, echt alles kan hier voorkomen, dus... Ik zou zeggen, laten we eerst deze kant op gaan. Want vergeet niet, hè, sommige items hebben we niet. Kom op, als je naar je toe loopt, dan weten we dat we inderdaad kunnen slaan. Zo, gehaald. Nou, laten we hopen dat we weer inderdaad goede dingen vinden. Zoals een Mirror Shield. Of een Bloopie. Nou ja, we hebben de helft van ons geld alweer terug. Ik heb de longshot klaarstaan, dat is goed. Nee, even wachten. Eerst, dit is ook, nee, dit is de goeie. Oké. Oh ja, en er zit hier ook zo'n floorbeest. Bah. Daar is 1. Daarachter zit er dan nog eentje. Ik hoor hier een steen achter me vallen. Daar is 2.
Auw. De been. Hi. Kijk, nou, ik serieus dit niet in de tijd halen. Oh boy. Dus drie. Achie! Sorry daarvoor. Ben je verkouden aan het worden? Nee, gelukkig niet, maar... Het zat wel te irriteren mijn neus. Dat is vier. En daarboven zit vijf. Dankjewel. Dat is het probleem als er iets in je neus zit te kriebelen. Dan wordt het 9 van 10 keer toch wel een nies. Ah, en dan ook van die traanoogjes natuurlijk. Zo. Heb ik soms nog wel eens last van. Hallo. Hallo. Volgens mij zat er hier nog ergens eentje. Al zeggen. Hallo. Nou, ik ben het een beetje. Misschien dat ik een morgen een beetje last ga krijgen weer met dat ik weer een avonddienst heb of zo, maar. Oké, we zitten er in dit kistje. Weer een purple roepie, jongens. We hebben niks meer aan purple roepies. We hebben echt een breakthrough nodig. We got to breakthrough. Lens of truth lijkt me nou even de makkelijkste. Please zeg me niet of we daar de hamer voor nodig hebben, want ik weet dat daar 4 kistjes achter zitten. Oké, gelukkig. Nou, we gaan nou naar een ruimte, er zitten echt heel veel kistjes. Link verslaat een wolf, ik vind het hilarisch. Veel te veel geld. Nou, je kunt doneren. Oh, wat slecht. Ai. Zij is even doodgaan. En nou jij doodgaan. Nee. Nee, loslaten. Nee, dan zijn we niet meer mooi roze. Geef me mijn schild en mijn tunic terug. En mijn tunic. Die dingen die zijn duur, weet je. Hi. Zoveel kistjes, zo weinig tijd. Ja, daarom vind ik ze nog steeds super creepy. Like zijn gewoon super creepy. Oké, nou in ieder geval. Zat hier geen onzichtbaar kistje? Ja, dat dacht ik al. 4 kistjes hier. 1 sleutel. 1 zinloos kistje met pijlen. Jammer genoeg. Een piece of fart. Is dat game? Volgens mij is dit game. Even denken, kennen wij... Volgens mij is dit game, jongens. Oh nee, wacht even, we hebben de hamer nodig voor game. We hebben de mirror shield volgens mij ook nodig. Ik weet niet zeker of de mirror shield ook echt een verplichting is om te vinden. Want we kunnen nu de fire dinges doen, maar we hebben de hamer sowieso nodig, dus... Ah, het is nog geen game, het is nog geen game. Oh ja, dat moet wist. Volgens mij... Hallo? 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 Hoi. Hi. We hebben gouden handschoentjes. Golden Gauntlet set. Ja. En ik dacht heel eventjes voor een seconde tot dat game was, maar dat is nog geen game. Nee, voor mij heb je de hamer nodig.
En maar volgens mij ook de... Ook volgens mij de Mirror Shield. In Gannon's Tower. Geen idee. Of was het alleen vuurpijlen volgens mij? Nee, want dan moest je dat reflecteren volgens mij. Dus je hebt daar wel een Mirror Shield nodig. Ja, in het spiritgebied, zegt Luigi. Nou, ik probeer eventjes de Scarecrow song, want ik weet dat je hier beneden namelijk weer terug naar boven kan, omdat hier boven ook nog iets zit dadelijk. Maar Pierre heeft er geen zin in. Hallo! Oh, succes Super Ducky. Morgen. Heel veel succes gewenst. Hij wil gewoon niet tevoorschijn komen, wat een luiwammes. Oh. Moet ik daar echt serieus helemaal omlopen, alleen maar omdat die luiwammes niet op wil komen dagen? Probeer nog één keer. La la la. Nee, hij wil niet opkomen dagen. Oké. Okay. Dan doen we wel omlopen dadelijk. Ik vind het prima. Oh, kom op. Wel goed raken nou, hè. Oh, really? 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 Oh, kom op. Ik had nog een compliment gekregen. Toch zo goed was mijn pijl en boog. Oh, really? Oh, mijn god. Oké. Okay. Let's be calm. Dat is één. Let's just be calm. Dat is twee. Ik zie die bijna echt al mijn pijlen doorheen. Dat is drie. Het is niet zo moeilijk. Ik moet ook slapen, mijn stream is belangrijker. Nee, 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 nee. Slaap is belangrijk, jongens. Want na TCG... TCG om mij nou. GTG. Gerudo Trading Grounds. Dan vind ik het ook wel weer mooi geweest voor deze livestream. Ik weet dat hier ergens een... Wat is hier daar boven die deur? Hoeveel had je er? 40? Hoeveel pijlen had je? 40 inderdaad. Sorry. Ongelukkige Zeepie. Oh, kom op. Zeepie is nou al zo lang afgelopen. Ja, dat klopt. Ik zit al even te denken. Deze kamer, dat is... Volgens mij hebben we hier de hamer voor nodig voor deze kamer. Ja. Oh. Dus deze kamer kunnen we sowieso niet doen. Sterker nog, volgens mij hebben we ons eigen gesoftlocked. Als er is. Ik ben er echt zeker van dat we ons eigen gesoftlocked hebben. Oh. Nee, 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 nee. Oké. Okay. Als je de vijanden hebt verslagen, dan gaan de deuren open. Maar ik dacht heel eventjes voor een seconde tot we ons eigen gesoftlocked hadden. Waar is dat kistje? Er was een kistje verspand. Tussen die twee pilaren. Aan de andere kant. Ja, ik heb hem, ik heb hem. Hoera, we hebben een Zora tunic gevonden. Yay. Wat is mijn favoriete film? Little Weapon. Welke van de vier? Alle vier als een serie. Die kan ik niet stoppen met kijken. Dat heeft ook een beetje... een beetje een emotionele herinnering. Maar het blijft gewoon echt een geweldige film. Ja, laat ik ze dan ook maar aantrekken ook eigenlijk, hè. Het is wel zo netjes. Oh, is met Mel Gibson. Ja. En Danny Glover. Ja. Zo'n good cop, bad cop film. Ja. Ja, ik weet dat daar de Song of Time gespeeld kan worden. Dankjewel, Navi, voor de reminder. Ja, maar het is ook zo'n lekkere... Ja... Hoe noem je zoiets? Zo'n lekkere cheesy...
80's film eigenlijk. En ik weet dat daar een sleutel zit, maar bij die sleutel kunnen we niet komen. Want wij hebben niet de Song of Time. En dan zou er normaal gesproken een trapje komen, waardoor dat je daar naar boven kan komen. Maar daar kunnen we helaas niet komen. Want we hebben geen Song of Time. En ja, ik heb inderdaad weer mijn pantoffeltjes achter. Vraag ik mij af, kunnen we deze doen zonder Iron Boots? Volgens mij niet. Nee, die kunnen we ook al niet doen. Nou, dat gaat lekker zo. Can do this, can do that. Can do anything. Cause I can do everything in here, but I can't do that. I can do through the door without iron boots. I can't hit push this button without hammer. Ah! He is firing his laser! Wanneer komt de volgende stream? Wanneer er opnieuw streamen wordt gedrukt? Wanneer dat ik op I Go Live druk? En wanneer is dat? Geen idee. Ja, dat van het weekend misschien. Misschien. Ja, misschien inderdaad. Moet ik echt even naar kijken. Ja. En daar is de Red Tunic nog meer kleren. Mam, stop nou eens met breien. Weet je wat het allergrootste probleem is? We komen nog niet eens bij genoeg sleutels, waardoor dat we nog niet eens bij de grote kist kunnen komen. Hoeveel heb je daarvoor nodig? 50? Zoiets? Nee, volgens mij 7. 6 of 7. Waar is mijn... Handig voor als je likes tegenkomt. Die je wil uitkleden, nog steeds creepy. Ja. There we go. Nee, want we kunnen nog daarboven kunnen we nog een deur in en we kunnen nog de andere kant heel eventjes op. Dus volgens mij hebben we hier nog twee kistjes die we sowieso kunnen openmaken. Plus we kunnen nou de Great Fairy vragen van, goh, heb jij misschien een magic mirror voor ons, weet je wel, of een hamer? Ik kan echt niet geloven dat wij nog steeds de hamer niet hebben, echt. Van alles wat we nog niet hebben. Ja. Random generator. Hè? Je hebt evenveel kans op een hamer als op een ander item. Nou nee, op de gauntlets heb je sneller kans in verband met er zijn 3 gauntlet items. Ja, maar je hebt even zeggen evenveel kans op de hamer als op de mirror shield. Maybe, baby. Mom, ik wil een spiegel. Maar we hebben in ieder geval... Mom, ik wil een spiegel. Kom ook weer daar. Met de invisibility cloak. Die niet bestaat. Nee, met de invisibility cap van Mario. Oh ja. Nou ja, als je dan toch... Link met Zelda of Link met Mario gaan combineren. Ik zit al eventjes te denken, want volgens mij heb je hier 2 ingangen. Of heb je er maar echt 1? Want als het er maar echt 1 is, dan moeten we nu gaan kijken hoe ver kunnen we kopen met 4 sleutels. En kijken wat er in die kistjes zit. Maar zover ik weet zullen ze daar nooit items in stoppen tot je je eigen vast kan zetten, dus... Man, ik wil koffie. Ik wil koffie. Ik heb koffie. Want we hebben de hamer nodig echt voor dat ding open te maken, dus... Ja. Want we hebben nou de Golden Gauntlets. Ja, we kunnen die 6 kistjes toch pakken nu in... Ja, klopt. We kunnen inderdaad in de Gorom... daar kunnen we nou die 6 kistjes pakken, ja. Ja. Dus... Zolang er nog Jan is er nog hoop, zullen we maar zeggen. Ja, dat is waar, Resident Evil. Resident Evil 4. Toch die Theo! En Kettingzaagman. Kettingzaagman. Achter een keer, je komt eraan.
Ah, nee, ik pak zijn knikkers af. Ah, ja, ik ga gewoon hier kijken hoe ver dat we komen. Misschien komen we, kunnen we nog een extra kistje openmaken of zo. Ja. Misschien zit er nog een sleuteltje in. Maar volgens mij kun je het met 5 doen. Ah, we hebben er hier al sowieso één. Nog meer liefde! I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Comes off? Say whatever you please. Die, you worm! Oh, Louis, daar hebben we één leuke... I've got one important question. You got a smoke? Got gum. Ah, even kijken, je hebt er nou nog 2 nodig. Je hebt nou nog 2 sleutels nodig om bij de grote kist te komen. En dan heb je daar ook nog een kistje zitten. Wow, echt veel liefde hier. Ja. Yep. Maar in de training grounds kunnen we dus nou niks meer doen totdat we de iron boots hebben, de hamer hebben. Volgens mij is dat alles. Ja. Meer een shield heb je van mij niet nodig. Dus, nou ja, sowieso hebben we dus dingen te doen bij Gannon's. Daar gaan we sowieso nog eventjes mee beginnen. Of ja, nee, mee eindigen. Dan weten we in ieder geval wat we de volgende keer moeten doen namelijk. Dus, bijvoorbeeld niezen. Dus, ik voel me... Ja, nee, het probleem. Voelde maar... Je moet niet zoveel leuteren. Hè? Ergens met je eigen geleuter. Moet je ook niet... Daar ben ik allergisch voor. Maar, zo, dat ziet er mooi uit. Dank je. Alsjeblieft. Het ergste is, er komt er nog in. Het kribbelt al de hele tijd in mijn neus. Ik ben live. Dan zit er iets in mijn oog, dan zit er iets in mijn neus, dan zit er iets in mijn oor. Jullie kennen het ondertussen wel. In je oor? Ja, het sparkles. Sparkles. Nee, niet meer. Nee, niet meer. Ja, ik kan ook wel mijn andere oren opzetten eigenlijk. Zou ook wel grappig zijn. Dan hebben we 4 oren. Oh, de double ears. Ja, ik heb daarboven heb ik dan Pikachu met Eevee oren. Die heb je ook gezien, dus... Ja, Eevee-tju. Eevee-tju, ja. Oké, okay, nou in ieder geval laten we eventjes naar de Great Fairy gaan. De Great Fairy. Great Fairy, geef Grant ons... Young Waker of the Wind. Allow me to aid you in this quest. Vond die andere vond ik wel eigenlijk best wel creepy. Die Great... Want dat was echt de Great Fairy. De andere waren gewoon fairies, maar... De Great Great Fairy. Ja. Ah, laten we maar hopen dat dit iets goed is. Nee, niet vraagteken, vraagteken. Gewoon oppakken die app. Zo. Wat ben je sterk. Ja. Ja, gooi daar maar neer. Niemand die er last van heeft. Echt, de hamer die zou nu zoveel wegen openen. Ja. Great Fairy, heb je een hamer voor me? Dat is wel het item wat we op dit moment het hardst nodig hebben, denk ik. Of wat het meest kan, waar we het meeste mee kunnen. Nee, we krijgen de Stone of Agony, waar we helemaal al niks aan hebben. Jammer. Dat is iets wat je in het begin van het spel wil hebben. Niet iets waar je echt helemaal achteraan op het einde neerzet van... Hé, hey, kijk eens, je hebt Golden Gauntlets. Nou, succes met de Stone of Agony. Want we kunnen ook niet de Po-quest doen, want we hebben, want daar moet je Epona voor hebben. Ja, dat weet je anders niet. Want anders krijg je gewone Po's. Je hebt nog steeds geen trading items, hè? Hè? Je hebt nog steeds geen trading items. Nee. Kunnen we nog niet doen, dus. Sproei zout over die vee heen! Ik weet niet waarom zout, maar... Waarom geen peper? Het is geen slak, eigenlijk. Oké, nou. The six chests of wisdom. Maybe they contain a hammer. Laten we het hopen. Trouwens, dat moet er... Nee, wacht eventjes. Hadden we dat... Nee, daar heb je de hamer ook voor nodig. Nee. Hamer. Ja, alles zit... Ja. Hallo. Het zijn kistjes. Het zijn er eigenlijk 7 zelfs.
Zou hier dan de hamer zitten? Nee, dan was ik net twee ijstrappen. Hier, hoeveel zijn er? Ja, hier heb je inderdaad heel vaak een ijstrap. Die zit hier ook inderdaad. Maar ja, alles is gerandomized dus. Een hamer? 7 kistjes. We hebben de Bolski, we kunnen naar Ganon. Als we de barrier op kunnen eisen van... Oké, nou dat is Mount Frost. Zo vanilla. Kom op, laten we deze livestream leuk eindigen. Hamer! Stop met hartjes te geven! Emma! Of Mero Shield. Mero Shield is ook goed. Bundle of arrows. Oh mijn god, we hebben nog maar 3 kistjes. Oh, kom op. Oh. Give me something, give me something. Geen bloopies nu, nog maar 2 kistjes. Of de Iron Boots is ook handig. Kunnen we ook verder? Ja, dan kunnen we heel de Water Temple doen. Ja. Bombs! You want it? It's yours. As long as you have enough chests. The Pocket Coco! Wat? Wacht eventjes, hebben we dat gek? Oh ja, die had ons liefde. Anju had ons... En hier, hier is bewijs. Ze heet Anju. Een Pocket Coco. Maar ik weet nog één kistje. Ik weet nog één kistje. Die zit hier. Heb je nog wat aan die Pocket Coco? Nee, niks hè? Volgens mij kun je daar de hele training quest mee starten. Oh. Nou ja, dat kunnen we dan doen. Maar dan zit ik te denken. Ah, hier ook nog een kistje. Kistje. Ik zit te denken, want er zit nog een ander kistje wat je eventueel... Maar dat... Nee, dat kan niet. Ik heb geen ideeën meer. Nou ja, als die Pocket Cookie voor de... Voor de trading quest, misschien moet je die er gaan doen. Die kun je halen als je zonder Epona. Ja, wel heel lastig. Ja, hij is wel heel lastig, maar het is wel te doen. Maar ik heb wel een beetje geoefend in dat op backwards, maar dat bewaar ik dan voor de volgende livestream. Ja. In plaats van de big, in plaats van Bas krijg je dan gewoon de hamer of zo. Ja, we hebben helaas geen zwaard voor je, maar hier. Gebruik dit! Misschien helpt het beter en dan krijg je de hamer of zo. Ja. It's dangerous to go alone. Take one of these. Jongens, ja, daarmee ga ik het dan laten bij deze livestream. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Bedankt natuurlijk voor het kijken. Volgende livestream gaan we hopelijk verder. Misschien moeten we dan toch op de Sheet of Cheat kijken. De Sheet of Cheat, vind ik een leuke naam. Hou ik erin. En, ja. Ja. Ik zou zeggen, ik ga jullie huiswerk meegeven, want het is toch schoolperiode. Kijk eventjes de tweede run terug. Wat zijn wij vergeten? Zou handig zijn bij de volgende. Ja. Dus bij de volgende livestream kom ik terug en overhoor ik jullie. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!